Dit was het voor vannacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot morgen na middernacht. Straks op deze zender de Nachtzuster met Astrid de Jong. En die doet dat voor de 200ste keer. 200ste keer. 200ste keer. Radio 1. Max. Zuster Astrid. Zuster, met Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom in juli. En welkom ook bij Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1. Het programma dat door jou wordt samengesteld. En dat is heel eenvoudig. Je belt naar 0800-1121 met welke vraag je dan ook maar wilt stellen. En dan is er altijd wel iemand die luistert die daar een antwoord op wil geven. En die belt dan ook naar 0800-1121. Mailen kan ook nachtzuster@omroepmax.nl. Twitter is ook een mogelijkheid via @nachtzuster. Facebook.com/nachtzuster bestaat ook. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl/nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Maar het makkelijkste is misschien als je je vraag nu even doorgeeft via 0800-1121. Zegt de ene muzikant tegen de andere, zal ik een beentje beginnen? Zegt de andere, ja, doe maar. En het liedje heet Nachtzuster. 0800-1121 is het nummer dat je kunt gebruiken als je een vraag wilt stellen en die vraag wilt voorleggen aan het volledige luisterpubliek van Radio 1. En je kunt ook even een mailtje sturen, hè? nachtzuster@omroepmax.nl. Maar bellen blijft het makkelijkste. 0800-1121. Harry, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Dag lieve dame. Je sprak vroeger met Harry uit Venlo, maar ik woon nu in Zwalmen. Ja, dat krijg je. Dan is Harry uit Venlo opeens Harry uit Zwalmen geworden. Ja, en dat dame, dat bedoel ik heel lief en respectvol. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken. Ja. Ja. Luister Astrid. Ik was al heel lang met een vraag. Ja. Ik hoor vaak uitspraken van de rechtbank dat slachtoffers veroordeeld worden tot een geldboete. Mm-hmm. En ik weet dat geld nooit iets goed maakt aan pijn en verdriet van slachtoffers. Ja. Maar mijn vraag is, als een veroordeelde veroordeeld wordt tot het betalen van een geldbedrag, mm-hmm, en hij kan dat niet betalen, uit wie betaalt dan dat bedrag uitbetaald aan de slachtoffers? Ik weet heel goed dat geld nooit iets goed maakt aan pijn en verdriet. Nee, maar ja, maar het is natuurlijk ook zo dat als je een vergoeding moet krijgen en je moet daar dan vervolgens weer achteraan, dan blijf je natuurlijk verwikkeld zitten in een probleem. Ja, maar ik weet verdomd goed dat slachtoffers een geldbedrag nooit iets goed kan maken aan het pijn en verdriet wat ze hebben. Mm-hmm. En nu is mijn vraag. Ja. Stel dat iemand veroordeeld wordt tot het betalen van een geldbedrag aan een slachtoffer. Maar je kan dat niet betalen. Wie betaalt dan dat bedrag? Maar Harry, heb je daarmee te maken gehad? Nee, maar het is wel een vraag wat bij me opkomt. En dan denk ik van, ja. Hoe zit dat? Zijn daar mensen mee gebaat dat een uitspraak komt van, je krijgt zoveel vergoeding voor een iets wat gedaan is, wat je aangedaan is, en wat je veel pijn en verdriet doet, mm-hmm, dat maakt iets niet goed, Astrid. Nee, dat begrijp ik. Maar ik vroeg me af waarom je er zo mee begaan was. Ja, ik voel inleving. Het is gewoon iets wat ik voel. En dan denk ik van, wat maakt dat goed voor mensen die zoveel pijn en verdriet zijn? Ja, Harry, de vraag is in ieder geval duidelijk. Harry uit Zwalmen, we gaan op zoek naar een antwoord. Dank je wel, hè? Ja, en ik vind het fijn dat ik je weer gehoord heb, Astrid. Dat is een heel lange tijd dat ik je niet gehoord heb. Nou, dan vind ik het ook fijn dat je me gehoord hebt. Dank je wel. Dag, Harry. Jo. Dag. Dag, Astrid. Dag. Alexander, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Duitsland. Dag, zeg het eens. Ik heb een vraagje over slakken. Mm-hmm. We hebben allemaal slakken in onze tuin zitten en ze zitten overal onder blaadjes en onder bloempotten en zo.
Maar zodra het gaat regenen, gaan alle slakken, lijkt het wel, de straat op. Oh? Ja. Dat is eigenlijk heel raar. Dat is raar, hè? Want ja, ze eten voornamelijk nog plantjes. Mm-hmm. En misschien ook kleine beestjes, weet ik niet precies. Maar ik vind het zo raar, als ik s'avonds, als het heeft geregend, dan zie je zoveel slakken op straat. En als het niet regent, zie je ze niet. Hmm. Ja, ze houden natuurlijk wel van regen, want ze hebben altijd hun huis bij zich. Ja, dus ze zijn altijd beschermd. Dus je loopt altijd maar met dat huisje te zeulen, dan is het natuurlijk prettig als het ook een keer van pas komt. Ja, maar dan zou je zeggen, dan moet je juist naar binnen kruipen, maar zij gaan er juist op uit. Ja, precies. Dan gaan ze de bloemetjes buiten zetten. Ja. Interessant. Ja, het is mij nooit opgevallen. Maar het heeft vast iets met elkaar te maken. Dat water, de vochtigheid, ja. Ja, kijk, een slak is natuurlijk slijmerig. Dus hij zal ook een bepaalde vochtgehalte nodig hebben. En dat het dan misschien makkelijker is, dat als het regent, dat hij zich makkelijker kan voortbewegen. Oh, ja. Als het droog is, zie je het slakkenspoor achter hem aan glippen. Ja, en dan verliest hij eigenlijk juist vocht. Ja, en dat hij dan juist met regen juist dat vocht dan niet verliest of kan aanvullen op een of andere manier. Maar het valt me zo op, zeg maar, altijd dat als je dan buiten bent, dat het, ja, het is vooral 's nachts ook, hè? Maar ja, daarvoor bel ik nu ook. Dus. Ja, ja, maar regent het nu ook, nee toch? Nee, nu regent het niet, maar nu zie ik ook geen slakken. Echt niet? Kijk eens goed om je heen. Ja, nee, echt. Ik heb echt heel goed gezocht. Ik let er altijd op, want ik wil niet op een slak staan. Ach. Ja, nee, natuurlijk altijd liever. Nou ja, ik zeg 0800-1121. Het is me echt nooit opgevallen. Maar er is vast iemand met verstand van slakken die er iets zinnigs over kan en wil zeggen. Dat hoop ik tenminste. Ik ga op zoek, Alexander. Dank je wel. Ja, dank je wel. Fijne avond. Ja, hetzelfde. Dag. Slakken en regen. Weer wat geleerd. 0800-1121. Mohamed. Goedemorgen. Hallo. Hoi. Ik had een vraag die ik eigenlijk een paar weken geleden al wilde stellen, maar toen ben ik in slaap gevallen aan de telefoon. Oh, eerlijk. Ja. Dus, en dan was het weer, wat gebeurt de laatste tijd zo vaak, was dat weer zo'n momentje dat ik zei, Mohamed, en dat wij echt op de radio alleen hoorden. Dat? Ja, ik weet het niet. Ik denk het wel. Ik snurk niet, dat weet ik wel. Ik hoor in ieder geval niet dat ik snurk, dus het zou kunnen. Dus, nou, fijn dat je erbij bent, al om 12:12, lekker vroeg. Ik hoop dat ik wakker blijf totdat ik een antwoord heb gehoord. Heel goed. Maar wat was de vraag? Dat is nu de vraag natuurlijk. Mijn vraag is, die gaat over bijvoorbeeld e-mailaccounts, Facebook-accounts, al die accounts die je aanmaakt als persoon. Wat gebeurt er met die accounts als men komt te overlijden? En zonder dat zo'n beheerder van een Hotmail, van een Facebook, niet weet dat iemand overleden is. Ja, nee, dus dat is een goede vraag. Straks komt te overlijden, wat gebeurt er met mijn account? Maar dan ben je zelf de beheerder van. Ja, maar goed, wat gebeurt er dan vanaf Microsoft? Dus wat gebeurt er gewoon met mijn account zonder dat zij weten dat ik er niet meer ben? Ja, dat is een goede vraag. Hoe lang blijft dat nog online zonder dat het gebruikt is? Of ja, in ieder geval zoiets. Ja, dat is eigenlijk een heel nieuw probleem, hè? Ja, ik weet niet of het een probleem is. Ik weet alleen niet, zeg maar, wat ermee gebeurt. Want ik weet wel, mijn e-mailadres kan bijvoorbeeld nooit meer gebruikt worden als die online blijft, als ik er niet meer ben. Nou ja, tenzij iemand anders jouw inlog dingen heeft. Ja, precies. Maar stel dat hij dat niet heeft. En er is een persoon die hetzelfde als ik heet. En die bijvoorbeeld hetzelfde e-mailadres met voor- en achternaam wil neerzetten. Nou ja, als ik al 10 jaar weg ben en men heeft niet door dat ik er niet meer ben. En hij blijft, dan zou die persoon met dezelfde voor- en achternaam. Eigenlijk is het dan zo van dat mijn account voorgoed, ja, weg is voor die persoon of voor een ander of wat dan ook. Ja, het is een beetje opmerkelijk, want wij hadden, even kijken, afgelopen weekend overleed Bobby Womack, hè?
De zanger, zeg maar. En die en op zijn site, want hij zou uit mijn hoofd, zeg ik, 19 juli naar Nederland komen. En op zijn site staat nog steeds dat hij 19 juli optreedt in Paradiso. En toen moet ik dat is natuurlijk allemaal helemaal niet grappig. Maar ik moet zeggen dat wij wel een beetje tegen elkaar zeiden van, ja, wat nou als Bobby Womack zelf de enige was met de inloggegevens van die site. Ja, precies. Dan is het dus nooit iemand die dat... En dan is een site is nog met .nl of punt weet ik veel wat. Dus daar moet je ook nog, zeg maar, een jaarlijkse bedrag voor betalen. Betaal je dat niet, dan word je uit de lucht gehaald automatisch. Oh ja. Maar iets persoonlijks, als een e-mailadres wat gratis is, althans, ja, wat je voor NOP dan, zeg maar, aan kan maken. Ja, wat gebeurt er met dat e-mailadres of mijn Facebook-account bijvoorbeeld, of die van jou of die van Pietje? Ja, ik vraag me af wat er gebeurt met die account die je zelf aanmaakt op het moment dat je er niet meer bent. Hoe lang blijft dat nog online? Of zit er iets aan vast van als men een bepaald aantal jaar niet aanmeldt, dat dan automatisch verdwijnt? Oh, dat kan ook nog, ja. Nou, dat zijn allemaal hypotheses die je er dan over creëert. Maar ik vraag me af hoe het in elkaar zit. Ja, maar het is ook, ik bedoel, het kan natuurlijk ook eindeloos aangroeien. Dat gewoon, want het is nu al, als je astriddejong@gmail.com als mailadres wil hebben, dan ben je inmiddels al astriddejong84@gmail.com. Niet mijn mailadres voor de mensen die dat nu gaan proberen. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat over 20 jaar, dat je dan gewoon astriddejong2724 bent in plaats van... Ja, maar zo is het op dit moment wel. Maar wat gebeurt er, of wat is er gebeurd met die ene eerste Astrid de Jong? Dus de eerste die hem is aangemaakt zonder Astrid de Jong 1 of Astrid de Jong 2 of Astrid de Jong 20. Dus eigenlijk degene die zonder dat cijfer erachter is gezet, komt die e-mailadres ooit nog vrij als die eerste die hem gemaakt heeft er niet meer zou zijn? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Nou ja, en het is ook zo, het is een nieuw probleem van de laatste tijd. En het is bijvoorbeeld ook zo, met digitale foto's. Ja, die jij dan op het internet hebt gezet van, ja, blijven die online als jij het niet zelf af zou halen. Ja, dat ook. Maar ook vroeger, dan als iemand overleed, dan vond je een fotoboek op zolder. En nu zit diegene heeft een map met, als je pech hebt, 740.000 foto's ergens. Ja. Ja, en dan is de vraag van wie gaat dat dan uitzoeken en hoe vind je ze en dat soort dingen. Ja. Goed. Ja. Nou ja, het is een interessant gegeven. Als iemand daar meer verstand van heeft, laat diegene dan alsjeblieft eventjes bellen naar 0800-1121. Of misschien is het iemand die het prettiger vindt om te mailen. Dat kan. nachtzuster@omroepmax.nl. Ik ben benieuwd. Dankjewel, hè, Mohamed. Oh, Mohamed. Mohamed. Ja. Heb jij dan aan iemand de inloggegevens van jouw mail gegeven? Nee. Ik ook niet. Dus, ja. Daar ga je al. Ja, ik heb het wel eens gedaan. Ja. Maar, en ik heb ze eigenlijk, nadat ik ze aan diegene heb ik ze gegeven, omdat diegene, die heeft iets meer verstand van computers voor mij, dus die moest een thuiswerkaccount voor mijn werk dan aanmaken. Nou, ja. Dan mocht hij dan via mij een e-mail. Maar ik heb het nooit veranderd. In goed vertrouwen dat hij er nooit op zal gaan. Één iemand die dat die de inlog heeft? Nee, maar dat is wel handig om in ieder geval een lijstje te maken van dat soort dingen. Goed, 0800-1121. Dankjewel voor je vragen. Mag ik nog één vraag stellen? Nee. Wanneer een tijd terug, en toen ben ik ook in slaap gevallen. Toen nou, was er toch. Die stelde, die stelde een vraag over criminaliteit en etniciteit. Ja. En ik ben terug gaan luisteren om dat antwoord achterhalen. Maar ja, 4 uur terugluisteren, dat lukte mij niet. Dus ik heb dat antwoord niet terug kunnen vinden. Weet jij dat nog? Ja, wat denk je zelf? Ja, vast wel. Nee joh, ik kan toch niet alle antwoorden onthouden. Nee, maar moet ik even goed nadenken, want de vraag was... Oh ja, ik weet het nog weer. De vraag was, als onderzoek...
Ja, nee, als er onderzoek werd gedaan naar criminaliteit. En dan werd er gezegd van zoveel procent van de mensen die een bepaald misdrijf hadden gepleegd is van buitenlandse afkomst. Hoe weten ze dat dan? Want je mag dat helemaal niet zomaar aan onderzoekers doorgeven. Dat soort gegevens. Volgens mij mocht je criminaliteit niet aan de hand van etniciteit bijhouden. Zo was het. Dus je mag niet registreren. Juist, registreren, precies. Maar, ja, nee, maar wat was het nou ook weer? Het had iets te maken met dat natuurlijk wel je nationaliteit of je paspoortgegevens of iets dergelijks werden geregistreerd. En dat het dus weer heel makkelijk terug te herleiden was. Goed, ja, als iemand het nog weet, 0800-1121. Ja. Ben ik benieuwd, Mohamed. Goeienacht, hè? Hetzelfde. Dag. Ik heb een liedje van Bobby Womack, die dus afgelopen weekend overleed. En waarschijnlijk dus als enige de inlog van zijn site nog heeft. Across 110th Street is dit. Bobby Womack, hij overleed de afgelopen weekend op 70-jarige leeftijd. De oorzaak is niet bekendgemaakt nog. Maar hij was al een tijdje ziek, had Alzheimer en was overlevende van kanker. Dus het had al de nodige fysieke problemen achter de rug. Hij laat een enorme hoeveelheid mooie muziek achter, waaronder deze. Dus Across 110th Street, 0800-112. Hey, Thomas. Ja, goedendag Astrid. Ik zit met Thomas. Hallo. Hey, ik zit met het volgende. Ja. Even kijken. Als je naar een horlogewinkel of klokkenwinkel gaat en je kijkt er in de etalage, dan staan de meeste klokken samen op 10 over 10. Ja. Waarom is dat dan precies? Je kan het ook even testen als je het dat je een computer bij de hand hebt. Ik heb een computer. Ik heb hier staat altijd een computer, ja. Ja, als je even naar Google kan gaan, als je dan horloges zoekt. Ik zoek gewoon op afbeeldingen en horloges. Ja. Horloges. Ja, ik kijk zelf naar het resultaat, zou ik zeggen. Nou, het is overal 10 over 10. Ja, kijk eens. Maar er staat mij iets van bij. Maar het kan zijn dat ik dat zelf verzonnen heb. Dat een glimlachje is. Een glimlachje? Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ik bedoel, die wijzers moeten ergens staan. En dan kun je het beste zeg maar niet 12 uur nemen of 5 over 1 of 10 over 2. Want dan kun je niet zien hoe de grote en de kleine wijzer eruit zien. En als je op 10 over 10 zet, dan is het een glimlachje. Dat ziet er heel positief uit natuurlijk. Koop mij. Ik ben een horloge. Het zou inderdaad wel kunnen, ja. Maar het is volstrekt niet wetenschappelijk onderbouwd. Dit zit ergens in mijn achterhoofd zinloze informatie te zijn. Ja, ik weet bijvoorbeeld dat Heineken-logo, dat heb je ook van die eetjes erin zitten. Het schijnt ook weer gekanteld te zijn dat het ook op een glimlachje lijkt. Dus echt waar? Misschien dat we inderdaad... Ja, als je op een Heineken-bierflesje kijkt... Oh ja, die eetjes, die zijn een heel klein stukje... Eetjes, ja. Dat het lijkt het, daardoor lijkt het een lachend poppetje misschien. Ja. Ja. Wauw. Ja. Dus we weten dat het inderdaad op die manier wordt gedaan. Ja. Goh. Nou ja, geen idee of het waar is. 0800-1121. Ik vind het een prachtige vraag, Thomas. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Het is nu trouwens, voor het geval je het weten wil, 2:30. Ja, ik zie het. Ja. Nou, mooi. Het nieuws begint zo. Nee joh. We doen geen nieuws om 9:30, joh. Nee. Sorry? Goed. Dankjewel. Jo, tot ziens. Doei. Rijn. Of Hattie. Hattie Pols, hallo. 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 Astrid met Hattie. Dag Hattie, zeg het dus. Hallo, het is lang geleden dat ik jou gesproken heb. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, het gaat hier om
schoot mij op een gegeven moment binnen. Kijk, in Nederland zeg je broer en zusjes. Ja. Maar in het Duits heb je dan geschwister. Dan hebben ze een algemene term daarvoor. Ja. En in het Engels siblings. Ja. Waarom heb je dat dan in het Nederlands niet? Hebben we niet, hè? Terwijl we toch zo dicht bij elkaar eigenlijk zitten. Ja, die hebt geen overkoepelende naam voor broertjes en zusjes of broers en zussen. Ja, eigenlijk niet. Hè. Raar, hè? Ja. Ja, dat vind ik raar en ik snap niet waarom dat zo is. Misschien soortgenootjes. Dat zit me dan een beetje dwars. Nou ja, en daar ben ik voor. Ja, we zijn toch allemaal uit dezelfde buurt. Ja. En daar wil ik graag een uitleg over hebben. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Hetty. Ik heb dus niet echt antwoorden op dingen. Ja, van die slakken wel. Oh. Want dan weet ik nog wel dat vroeger, als ik naar school liep, dat ze zo, vooral in het regentijd, zomaar overdwars over de straat liepen. Nou ja, over het voetpad liepen. Ja. Maar waarom weet ik niet. Dat was gewoon zo. Oké. Nou, dat nam je gewoon aan. Ja. Nou, wie weet is er iemand die het wel weet en die moet dan even bellen. Zo werkt het eigenlijk in principe. Maar je mag ook gewoon alleen een vraag stellen hoor, Hetty. Er is niks mis mee. Ja, daarom. Dit was mijn vraag. Hartstikke goed. Dank je wel. En nog gefeliciteerd met je zoveelste uitzending. Dank je wel. Ik vind je sympathiek en ik vind je leuk. En ik ken je helemaal. Nee, het lijkt ook maar zo. Maar het is gewoon, het voelt zo. Ah, dat is lief, Hetty. Maar nu ga ik door. En dat doet me goed. Dank je wel. En ik luister ook haast altijd, vooral als ik een beetje pijn heb en zo. Ach. Oh, dat is dan een slecht teken. En dan luister ik graag s'nachts naar je. Nou, dan hoop ik toch dat je heel weinig deze, gaat luisteren. Nog 10 uitzendingen. Met alle medewerkers erbij. Nou. Want ik weet dat je het niet in je eentje doet. Oh. Neem ik aan. Hetty. Bij deze. Dankjewel. Een fijne nacht nog. Graag gedaan. Dag. Groetjes. Tjus. Dag. 0800-1121. Rijn. Ja, hallo Astrid. Dag Rijn. Hoor je mij? Hallo. Ja, ik had een vraag aan jou. Nou, ja. De groetjes aan Hetty en ik hoop dat Hetty niet veel pijn heeft. Nee. En liefst in vrede. Ah, Rijn. Maar ja. ik heb een vraag aan jou. Ja. Wij hadden vroeger een soort yoghurtplant. Die kon je gewoon in de melkbus doen. En dan deed je dat gewoon in koeienmelk. En dan kwam, dat liet je dan 24 uur staan. En dan werd het yoghurt. Weet iemand, dit is uit de jaren 70, eind jaren 70 ongeveer. En dat was typisch Gronings in die tijd. En er waren van die witte bolletjes. Ik heb gegoogeld en nou zie je alleen maar een groene plant. Mm. Maar mijn vraag is, en dat ding ging ook steeds groeien. Dat weet vast wel in. Ik weet waar wij vroeger, mijn zus werkte toen bij een melkboer in Harkstede, die heette Wim Visser. Heette je zus Wim Visser? Nee, dat melkboer heette Wim Visser. Ja, die melkboer. Ja. En daar werkte mijn zus toen. En, ja. Nou, op zaterdag en zo als ze vrij was. Toen, zij studeerde toen in Groningen. Maar ja, dat ging in een soort wekfles was dat. En wij noemden dat in het Gronings, dat hij een yoghurtplant. Ja. Maar dan kreeg je echt van die lekkere, dikke, vette yoghurt. En mijn vraag is, bestaat zoiets nog? En van op een gegeven moment is dat helemaal verdwenen. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar ik ben zelf ook een boerenzoon. En, ja, en toen wij deden dat altijd in zo'n kleine melkbus met echte koeienmelk. Mm. Deed je die plantje erin en die liet je 23 uur, 48 uur of zo, liet je dat in een soort wekfles was dat, zeg maar. Maar hoe wordt dan
ik weet het, waar groeit, ja, waar groeit gewoon een yoghurt? Hoe maken mensen yoghurt? Ja. Yoghurt? Het werd heel zuur. Ja. Ja, het was echt lekker. Echt lekkere vette yoghurt werd het. Maar, gewoon van echte koeienmelk ging dat. Maar er moet vast van iemand weten. Maar Rijn, ja? Als ik nu in de supermarkt een pak yoghurt koop. Nee, zo ging dat niet. Nee, ik koop wel eens een pak yoghurt. Ja. Maar Rijn, laat me nou even mijn vraag stellen. Als ik nu in de supermarkt een pak yoghurt koop, hoe is die yoghurt dan gemaakt? Oh, dat is een lang proces, joh. Ik weet ook niet precies hoe dat gaat. Maar dit, ik weet, dat waren allemaal van die witte bolletjes. Ja. Je doet het in een wekfles. Hmm. Eind jaren 70 was dit. Ja, maar dan kun je wel nog een keer hetzelfde verhaal gaan vertellen. Maar ik vraag me nog steeds af hoe nu gewoon de yoghurt uit de supermarkt wordt gemaakt. Ja, weet ik niet hoe dat wordt gemaakt. Oh, weet ik ook niet. Misschien dat er wel ergens een fabriek staat vol met plantjes met witte bolletjes. Ja, maar ik heb geen idee, joh. Nee, ik ook niet. Hoe dat ze dat daar doen. Maar ik weet wel, die yoghurt, ja, ik snoepte als kind daar altijd van. Dat vond ik zo super lekker. Ja, dat is de yoghurt die we willen. 0800-1121. Ik weer terug. Ik doe mijn best, Rijn. Witte bolletjes in die wekflessen, in de jaren 70. Ja, vermenigvuldigen. Ja. Ja. Oké, bedankt. Dankjewel. Dag. 0800-1121. Wim. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo, Wim. Met Wim. Hi. Ik heb geen vragen. Ik heb denk ik een paar antwoorden voor jou. Nou, kom maar door. Dus ik had eerst even over die accounts. Wat betreft je mailaccount. Mm-hmm. Heb ik gehoord, als je 3 maanden je mail niet gebruikt, dan gaat die vanzelf eraf. Echt? Ja, ik heb zelf een keer meegemaakt, want toen was het dus. Ik ben er ook niet mee opgegroeid, weet je wel, met de spul, met die computer. Maar in elk geval, ik had het toen in het begin eigenlijk een mailadres en ik had een paar maanden niet gebruikt. Iemand, toen ik op reis was, hadden ze mij een mailadresje aangemaakt en toen kwam ik weer thuis en ik gewoon een paar maanden niet gebruikt. En op een gegeven moment kom je er ook gewoon niet meer bij, dan is die er gewoon af. En dat schijnt wel zo te zijn. Nou, dat verschilt denk ik wel wat voor mail het is. Want het lijkt me toch stug dat als je 3 maanden op vakantie bent, dat je mail het gewoon niet meer doet. Ja, als je helemaal er niks mee doet, was Hotmail. Hmm. Dan was die gewoon weg. Oh. Dus dat is al één dingetje. En voor je andere accounts van je Facebook en je LinkedIn heb ik eens een keer voor mezelf opgeschreven, want ik heb helemaal 2 A4'tjes met alle wachtwoorden en zo, weet je wel. Oh. En dan kun je via executeur social media kun je opgeven. Ja. En dan kunnen ze je account wissen, eventueel. Wat handig. Media executeur. Dus. Ah. Nou, dat is een goed advies voor mensen. Dat kan. Dat dan nabestaanden dat doen, weet je wel. Ja. Ja, je kunt inderdaad, jij kunt gewoon je 2 bladzijden wachtwoorden natuurlijk. Je kunt natuurlijk gewoon tegen de buurvrouw zeggen, als er wat gebeurt, liggen de 2 bladzijden met wachtwoorden onder de groene plant in de bijkamer. Die vinden ze dan eventueel wel. Maar ik bedoel, je kunt je voor jezelf kun je zoiets regelen eigenlijk, op die manier. Ja, nou hartstikke goed. Dus, en ik heb van die rechtspraak, weet je wel, als het met geld gaat. Ja. Als je een verdachte geld zou moeten betalen, mm-hmm. dan heb ik ook wel eens vernomen, gewoon in het nieuws dan, dat het via de staat gaat. Dat de staat gewoon het bedrag uitbetaalt aan de benadeelde. Ja. En dan moet jij gewoon de staat terugbetalen. En als je dat niet kan betalen, dan ga je er gewoon een soort hypotheek op afsluiten. Niet dat ik zelf mee heb gemaakt, maar dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Ja, dat klinkt ook eigenlijk best heel logisch. Ja, dat was vroeger niet zo, maar dat ze dat dan nu sinds kort, sinds een jaar of 2 jaar of zo, is dat zo. Of het gaat binnenkort gebeuren, maar in elk geval zit wel in het vat, of het is al zo. Oh. Ja. Nou, dat was precies wat de vraag was eigenlijk. En dat eetje van die Heinekenfles heb ik ook wel eens gehoord. Dat er een glimlachend kopje, Jan, is. Dat het gewoon inderdaad psychologie is. Dat het iets beter verkoopt misschien. Ja, nou ja, zo ziet het er inderdaad wel uit. Ja. Nou,
Alles staat genoteerd, dankjewel. Oké, graag gedaan. En tot de volgende keer. Oké, dan. Doei. Fijne nacht. Dank je, dag. Even kijken, Thomas. Afzet. Hallo. Goeienacht. Zeg het eens. Ik wil je eerst nog even feliciteren, jij en je hele crew met de 200. Dankjewel, namens iedereen. Kijk. Ja. Oké, Astrid, ik heb ik vraag meer om advies. Want ik heb volgende week voor het eerst in anderhalf jaar hebben vakantie. Oh jee. Ja, en ik werk alleen maar 's nachts. Wat is nou weer het beste advies om voor 3 weken weer in de dag te gaan leven? Tips, trucs, noem maar wat. Ik zou het niet weten eigenlijk. Maar kan je dan niet het beste op vakantie gaan naar ergens waar het 's nachts dag is? Nou, dan ontkom je niet aan de jetlag, denk ik. Dat, of juist niet, toch? Je zou uitdenken. Want de clue van de jetlag is dat ergens anders de dag voor jouw gevoel 's nachts is. Maar als jij ergens naartoe gaat waar het dag is voor je gevoel 's nachts, dan zit je precies goed. Maar ik ga naar Luxemburg en ik denk niet dat er veel tijd is. Nee, dat lukt niet. Nee. Oké, dus je gaat al naar Luxemburg en de vraag is nu hoe kom ik in mijn ritme? Ja. 0800-1121, help Thomas zijn vakantie door. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat je weer op vakantie kon, wilde? Ik moest mijn opleiding gewoon afbetalen. En ja, daar had ik gewoon geld voor nodig. En ja, ik was het gewoon nodig. En ik denk van ja, even doorbuffelen en dan kom je er wel. Ja. En ik merk nu toch echt wel dat ik aan vakantie toe ben. Ja. Nee, zo klink je ook een beetje. Nou. Nee, we gaan ons best doen om een mooi overdag ritme voor jou weer te vinden. En dan hoop ik maar dat mensen bellen naar 0800-1121. Fijne vakantie, okay. Thomas. Hey, dankjewel. Oké, doei. Richard. Hey, goeiedag, Astrid. Hallo, zeg het eens. Ja, ik heb een vraag. Het gaat over speakers. Waarom heeft de ene speaker 8 ohm nodig en de andere 4 ohm? En dat graag gewoon een jippie-janneke taal, want ik heb het al geprobeerd te googlen. Ja. Maar ik snap er helemaal niks van. Goed, dus de ene speaker die heeft 8 ohm nodig en de andere 4 ohm. En jouw vraag is eigenlijk van wat is dan het verschil tussen die speakers? Ja, een soort met impedantie. Ik kan het ook in mijn versterker kan ik het afstellen op 4 ohm en één streepje verder tussen de 6 en de 8 ohm. Maar wat het nou precies is en inhoudt, ja, ohm heeft met weerstand te maken, maar ja, ik zou eigenlijk best wel willen weten wat het betekent. En wat er dan gebeurt als je bijvoorbeeld een 8 ohm speaker op een versterker aansluit die maar 4 ohm geeft. Dat zou best wel allemaal op elkaar moeten afgestemd zijn. Alleen is het dus wel vreemd dat de ene speaker 8 ohm is en de andere 4 ohm. Ja, en wat gebeurt er als je een 4 ohm speaker op de 8 ohm aansluit? Ja, bijvoorbeeld, kijk, als je natuurlijk op een 12 volt bolletje 220 aansluit, dan kan je raden wat er gaat gebeuren. Maar ik heb stalen speakers, laat ik het zo maar zeggen, die vragen 8 ohm. En ik heb laatst van in een andere winkel ook JBL speakers, voor het merk. Die vroegen weer 4 ohm, dus een beetje raar. Ja, nou ja, ik heb geen flauw idee, maar gelukkig is er altijd wel iemand die wel flauw ideeën heeft. 0800-1121. Ik ga het weer proberen. Ja. En mag ik nog een vraag stellen? Nog één? Ja. Nee, dat is gewoon als bijvoorbeeld een artiest een groot concert geeft, zoals Marco Borsato, Bluff of Guus Meeuwis. Hoeveel ohm staat er dan op de speakers? Nee. Waar het mij om gaat, kijk, het is heel simpel. Als jij met de radio belt, moet je alles uitgooien, anders gaat rondzingen. Ja. Maar hoe is het dan bij een concert? Een artiest loopt bijvoorbeeld even het podium op, hangen een stuk of 30 speakers vol laten knallen. Hoe is het dan mogelijk dat ze zo afstellen dat het niet rond gaat zingen? Ja, dat is een vak, hè? Ja, maar oké. Maar dat soort dingen interesseren mij. En ik vind dat hoogst interessant om dat te weten. Ja, nee, dat begrijp ik. Nou, ik waag me niet aan om het uit te leggen. We hopen dat er een geluidstechnicus onderweg is van een concertje naar huis. dat hij even belt naar 0800-1121. Ik ga het proberen, Richard. Dankjewel, hè. Jij ook bedankt, Astrid. Jo. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Doeg. 0800-1121. Bert. Ja, hallo. Hallo. Hoi.
Ik heb een antwoord. Ja. Op de vraag van de slakken. Oh. En ja, het is wel grappig, want slakken zijn koudbloerige dieren. Ja. En als er een bui regen valt, dan waar ze dan eigenlijk zitten altijd, in de planten dus, dan wordt het heel erg koud. En de stenen, zeg maar, die slaan heel veel warmte op. En dan gaan ze dus eigenlijk vanzelf naar de stoep toe om zichzelf warm te houden. Hallo? Ja? Ja, daarom zitten ze dan op de stoep. Als er een regenbui valt, dan komen ze naar de stoep toe, want die stoep is lekker warm. Dus als het regent, wordt het in de struiken kouder? Ja. En op de stoep ja, niet? Nee, want die stoep die heeft een soort massa. Die stenen die hebben een massa, zeg maar. Hè. Dat is een dichtere massa. En dat, ja. Ja, en die slaat die warmte op. En onder in die planten, zeg maar, als daar die regen komt, dat water is koud. Ja. Dus die planten, dan zitten ze daar en dan voelt het heel erg koud aan. En dan, die straling van die stoep, zeg maar, die is warm. Dus dan gaan ze automatisch daar naartoe. Kijk. En dan krijgen ze het lekker warm. Dan warmen ze, ja, daar kunnen ze zelf ook niks doen. Want eigenlijk is het ook een beetje stom natuurlijk. Want op de stoep is het gevaarlijker dan in die struiken. Ja, over het algemeen dan, wel. Ja. Ja. Ja, je loopt wel, ja. Als je over de stoep loopt, dan trap je er wel soms wel eens eentje per ongeluk dood. Ja, en als ze tussen de struiken zitten, minder snel. Ja. Ja. Ja, en dat is wel stom. Weet je, een slak die kan ook wel, die kan best wel oud worden ook, hè. Oh? Dat is wel grappig, want een slak ja, die kan wel 5, 6, 7 jaar oud worden, hoor. Oh, dat vind ik helemaal niet oud. Nou, voor een slak, zo'n weet je, ja. Oké, okay, nee. Het is voor een slak die veel op de stoep zit, is dat relatief oud. Dat die gedurende 5 ja. jaar niet wordt overreden, dan is dat nog best ja. oud. Ja. En, maar waar gaat oud, dan ja. een slak gemiddeld aan? Aan ouderdom? Of waar gaat een slak ja, dan nou, aan dood? Dan heeft hij geluk. Ja, vogeltjes. Kikkers. Fietsers, ja. 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 Goed, ik heb hem afgevinkt hoor, de slakken. Nou, er zijn meer van die dieren die ook op de stoep komen. Er zijn ook bijvoorbeeld kikkers, die gaan ook als het regent of zo, dan zie je ook gelijk allemaal vaak kikkers op de stoep en op de straat en zo. Is dat ook de reden van die paddentrek? Nee, die padden die gaan echt, die paddentrek, dat is zo'n fenomeen, die gaan dan naar hun broedplaats of zo. Hè. Oh ja, een ander gebied. Ja. Waar ze paren of zo, ja. Oh ja, die moeten en gewoon trouwens een ja. beetje een pad over leeftijd. Een pad die kan wel 40 jaar oud worden. Kijk, dat lijkt er al meer op. Dat is wel heel raar. Ja. Ja. Hoe kan dat nou? Ik heb bedenken, dat mensen dan zo lomp omgaan met de omgeving of zo. Dan gaan ze ergens een bouwterrein bouwen of zo. En dan hebben ze iets van, ja, de hele bouw moet stopgelegd worden voor die ene soort of zo. Korenwolf. Maar ja. Bijvoorbeeld, maar ik weet niet hoe oud die kunnen worden, maar bijvoorbeeld een pap of zo, als hij daar dan toevallig woont, en die woont er al 20, 30 jaar of zo, en dan moet hij in één keer, zijn poeltje is dan in één keer weg, omdat er een huis gebouwd moet, of een weet ik veel, industrieterrein of zo. Ja. En, ja. Maar ja, dat is natuurlijk met regenwormen ook zo, en de vlinders en zo. Ja. Dat is het nadeel van al dat bouwen. Ja. Hmm. Ja, goed. Maar die dieren die hebben best wel ook wel een geschiedenis en een leven of zo, ja, of een evolutie of noem je dat. Nou, het is natuurlijk wel heel zielig, maar ik kan me niet voorstellen dat, ja dat weet je misschien ook wel, dat de ene pad tegen de andere pad zegt van ja, maar we hebben net zo'n leuke uitbouw aan ons huis gebouwd. Dat is natuurlijk ook weer niet zo. Ja. Maar ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja. Ja. Nou, dankjewel in ieder geval voor het slakkenantwoord. Het kwam vrij snel. En ik ga weer verder zoeken naar vragen en antwoorden. Oké. Okay. Dankjewel. Goeienacht. Okay, dag. 0800-1121. Sikko. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hi, Sikko. Even 3 antwoorden. Ah, ja. Dat tik lekker aan. Laten we beginnen bij de broertjes en zusjes. Ja. Dat is in Nederland brusjes. Nee, dat verzin je zelf, Sikko. Nee, dat verzin ik niet zelf. Dat heb ik uit mijn pedagogiek. Nee, dan zou zoertjes ook goed zijn. Ja, maar in dit geval was het dus brusjes.
Brusjes. Zo heb ik het geleerd. Brusjes of zoertjes? Ja. Oké. Okay. Dan de oplossing van die klok heb jij zelf al gegeven. Ja. Het is een smiley. 10 over 10, dat is lachen. 10 voor 7:30 is huilen. Ja, dat zou heel onverstandig zijn om het allemaal op huilende gezichtjes te zetten. Precies. Ja. En dan die vraag van mogelijkheid over zijn account. Ja. Hij heeft een e-mailadres. Heeft hij de postje niet gebruikt. Dan kun je dat weer activeren. Ja. Maar dan moet je een aantal vragen van jouw provider beantwoorden. Ik heb het snel van de hand gehad namelijk. En wat voor vragen moet je dan beantwoorden? Waar ben je geweest? Met wie? En hoe lang? Bijvoorbeeld, waar is je moeder geboren? Wat voor soort auto heb je? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Dat soort vragen moet je dan beantwoorden. Maar is het niet zo dat je die vragen dan van tevoren, als je je account aanmaakt, ook een keer beantwoordt? Zodat het meer een soort controle is? Nee. Oh, dat dacht ik. Maar dan moet je dus een paar vragen beantwoorden. En dat is natuurlijk ook wel voor de kattensnoor weg. Maar dan heb je hem weer terug. Ik heb hem weer teruggekregen op die manier. Okido. En toen bleek mijn hele mandje volgelopen te zijn. Ja, toen had je een partij mail te beantwoorden waar je u tegen zegt. Maar die heb je ze allemaal verwijderd. Maar Sikko, ja. Als jij, stel, laten we hopen van niet. Maar stel, jij gaat dood. Je komt onder een onder een vrachtauto. Dan jouw familie of je vrienden of je collega's willen dan vervolgens jouw mailaccount opschonen. Staat in mijn agenda met de wachtwoorden erbij. Oké, maar dan kunnen ze niet, zeg maar, die vragen van je provider gewoon beantwoorden. Die krijg je in het scherm afgedrukt. En ik doe dat via mijn werk, want ik heb thuis zelf geen pc. Ik doe dat allemaal via mijn werk. Nee, maar ik dacht meer van, als dan de provider vraagt van hoe heet je moeder, daar valt toch altijd wel achter te komen. Jawel, maar dat weten mijn broers en zusjes ook wel. Oké, je brusjes of je soesjes. Ja. Je zusjes of je boertjes. Er zijn heel veel mogelijkheden zijn er te over. Goed, Sikko, dank je wel, hè? Nou, meer heb ik niet aan antwoord op dit moment. Nou, dat ruimt lekker op. Het gaat nog steeds goed in de chocolaterie. Gelukkig. Ik heb nu 2 weken vrij. Oh? Wat ga je doen dan? Hè? Lekker thuis naar jou luisteren. Heel verstandig. Nou, veel plezier en tot snel dan weer. Tot horens. Dag, Sikko. Hoi. 0800-1121. Valerie. Ja, dat ben ik. Hallo. Hi, ik bel voor de eerste keer, dus een beetje zenuwachtig ben ik wel. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, dat kun je voorstellen, hè? Ja. Oké, ik ga een poging doen. Ja. Misschien is het maar een half antwoord, maar misschien zit ik ook ergens in de goede richting. Even over het plantje. Ja. Het yoghurtplant. Ja. Ik ben opgegroeid in de jaren 70 en zo had mijn moeder een macrobiotische periode. En toen had ze een yoghurtplantje wat ze inderdaad in zo'n afgesloten fles deed. En zij noemde dat kefir. Ja. En daar moest ik meteen aan denken toen ik dat hoorde van het yoghurtplantje. Ja. Omdat ik ook in een reformhuis heb gewerkt. En daar verkochten wij gewoon die yoghurtplantjes. En daar maakten mensen kefir van. Oké. Nou, dus hij zou nog kunnen gaan kijken, Rijn, in een reformhuis. En dan inderdaad naar de kefir vragen. Ja, yoghurtplantje waar ze kefir van. Of hebben we het nu over het reformhuis in 1982? Nee, dit gaat over het reformhuis. Toen ik daar wegging, was het 2003. Oké, dus het zou kunnen. Het zou kunnen. Dat ze nog in de kefir zitten. Nou, ja, hartstikke goed. Ja, maar ik heb de naam kefir ook in de chat en ook in de mail. En zelfs via mijn persoonlijke sms meerdere keren voorbij zien komen. Dus blijkbaar is dat wel het woord dat we zoeken. Maar ja, okay. Waar dan in het reformhuis? Dankjewel, Valerie. En hoe vond je het zelf gaan? Sorry? Hoe vond je het zelf gaan, behalve het einde waarin we een beetje door elkaar heen praten? Ja, ging wel prima. Het was misschien een beetje een overbodig antwoord, maar ik heb in ieder geval een keer gebeld. Nee, maar hoezo? Dit was toch gewoon een goed antwoord? Ja, is prima. Ja. Een natuurvoedingswinkel zou ook eventueel misschien kijk, kunnen. Nou, ook nog een aanvulling. Je krijgt van mij een krulletje hoor. Dankjewel, Valerie. Nou, hartstikke leuk. Doeg. Hoi, fijne vrijdag. 0800-1121. Pieter.
Ja, goedenacht Astrid. Hallo, zeg het eens. Ik heb een antwoord op de vraag hoe dat zit met die boete die de rechter toewijst. Ja. Dan gaat het meestal, ik denk dat het dan gaat om immateriële schade, hè? Bij een geval van bijvoorbeeld zinloos geweld. Sinds 1 januari 2012, als een verdachte zegt dat hij niet kan betalen, hij krijgt altijd 8 maanden de tijd om te betalen. Ja. Zo niet, dan neemt na 8 maanden het Centraal Justitieel Incassobureau dat over. Ja, en die moeten dan ook nog plukken van de misschien lokale kikker. Oh. Die geeft dan het geld aan de benadeelde partij. Oh. En het Centraal Justitieel Incassobureau zorgt er al voor dat dat geld van de verdachte weer bij de overheid komt. Ah, oké, okay, dus toch wel een stukje intermediair van de overheid. Ja, en de overheid is heel geduldig met het zorgen dat ze haar geld krijgt. Ja, geduldig als in vasthoudend. Ja, daar ontkom je niet aan. Er is ook een andere manier. Ja. Iemand die die immateriële schade toegewezen heeft gekregen, kan ook altijd een beroep doen op het schadefonds geweldsmisdrijven. Kijk. Nou, daarmee is de vraag van Harry lijkt mij volledig beantwoord. Dank je wel daarvoor. En die betalen dat bedrag dan uit. Ah. Mocht de verdachte daarna alsnog betalen, dan moet dat geld natuurlijk wel terug naar het schadefonds. Kijk, en zo lost dat dan zichzelf nog een beetje weer op. Dankjewel. Nieuwe vragen en antwoorden kunnen nog steeds worden doorgegeven via 0800 1121. Nachtzuster, een programma van Max. Eens even kijken, Aaron. Ja, hallo. Hallo. Goedenacht. Goedenacht. Hoi, hey, ik had een vraagje. Ja. En het gaat over de vrijmetselarij. Ja. Wat doet het? Ja. Waarom is het opgericht en bestaat het nog? Ik woon in Leeuwarden. Mm-hmm. En dan loop ik, ja, ik woon in de binnenstad. En loop ik langs panden en dat interesseert mij wel. En er staan er bordjes op. En onder andere zag ik een loge vrijmetselarij. Ja. En ik heb het een beetje opgezocht. Mm-hmm. En ja, ik kwam er niet uit wat het nou precies doet. Ik weet dat het in eind middeleeuwen is opgericht. Maar wat het nou op dit moment doet en hoe men erbij komt en wat ze doen, en daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja, want wat heb je er wel van meegekregen? Dat het volgens mij met mensen zijn ja, voor qua bouwen en ontwerpen. Mm. Van zover ben ik gekomen. Iets maar, met bouwen en ontwerpen, ja. Ja. Ja, maar volgens mij. Maar het heeft niks met metselen te maken. Wat zei je? Het heeft niks met metselen te maken. Nee, nou ja, in eerste instantie geloof ik wel. Mm-hmm. Ooit, qua bouw, ja. Ja, maar dat is zeg maar in het verleden zo. Maar ik weet niet hoe het nu zit. Ik weet wel dat alleen mannen lid mogen worden. Mm-hmm. Dat je als toetreding zeg maar gevraagd moet worden. Of de eerste stap zelf moet nemen. Uh-huh. Maar ja, was ik heel erg nieuwsgierig naar. En ik ben er zo bij gekomen ook. Nou, dat dus. En ik had een boekje gevonden. Nou, ik zat dan een beetje in de antroposofie. Ja. En daar was ik naar aan het lezen. En dat boekje over de vrijmetselarij zat ernaast. Dus die heb ik toen meegenomen. Ik heb het een beetje doorgelezen. Maar ik kwam er niet precies uit wat het nou doet. Nee, ja, ik vind het ook zo'n mooi woord. Een genootschap. Maar ja, dan weet je nog niks natuurlijk. Nee. Vrijmetselarij. Het klinkt ook een beetje als laten we met z'n allen erop losmetselen. Maar dat is het in ieder geval niet. Nee, volgens mij ook niet. 0800-1121. En dan hoop ik dat er iemand daar eventjes iets over kan en mag vertellen. Dat zou fijn zijn.
dankjewel voor je vragen, Aaron. Oké. Okay, goeienacht. Hetzelfde. Dag. Peter. Ja, dat ben ik. Ah, gelukkig maar. Hallo. Hallo. Ja. Astrid. Ja. Ja? Ja. Versta je me goed? Nee. Ja? Nee. Nee, versta je me niet goed? Jawel, natuurlijk wel. Oh. Ja. Nee, ik wil zeggen, jij komt heel goed door bij mij. Ja, ik had eigenlijk een antwoord, maar dat is al gegeven. Want dat yoghurtplantje, dat is kefir. Ja. Dat wist ik ook, want ik, ja, kennis van me, daar was ik een keer bij aan het logeren. En die had die plantjes en ze noemden dat yoghurtplantje. En toen, ja, toen kwam ik een andere kennis bij mij thuis. Die had ook, hoe heet het, natuurgeneeskunde gestudeerd en zo. En ik zeg, joh, dat is sowieso, oh, zeg je, dat is kefir. En ja, goed, dat zijn dus, ja, het ziet eruit als een beetje een bloemkoolachtig iets. Zeg maar, van helemaal van die bolletjes zo, als je het uit het water haalt, als het gegist is. En nou, dat als je dat dan weer in een paar van die bolletjes weer in een liter melk gooit en je laat dat enkele dagen staan, nou, dan ontwikkelt zich dat weer opnieuw tot nieuwe yoghurt eigenlijk, zeg maar. Maar dat is toch niet de manier waarop gewoon, zeg maar, gewoon yoghurt gemaakt wordt? Ja, er is natuurlijk ook een industriële manier mogelijk, maar dat is weer een heel ander proces dan want dat noemen ze dan milde kefir. En dat, want dit is gewoon een gistingsproces, hè, want er zit zelfs een laag percentage alcohol zit erin. Oh? Ja, nou, het staat ook op Wikipedia, oh, dus echt? Het is zo op te zoeken. Ja, precies. Nou ja, nou, ik vind het wel interessant, want ik stel me nu zo voor dat er een yoghurtfabriek is waar ze die plantjes met massaal in de melk mikken. Maar ja, goed, maar je kunt het zelf thuis doen en zo. Dus dat je kunt het dan ook weer drogen blijkbaar. En dat je het dan moet het niet in een metaal bakje. Hè, maar dan kun je het weer drogen, kun je het later bewaren. Anders moet je dat proces gewoon voortzetten. Als je het dus hebt geoogst, zeg maar dan. Dan moet je, en hetgeen wat te veel is, wat je dus allemaal niet op kan. Ja, dan is het een kwestie van weer een nieuwe liter melk. En nou ja, dan gaat het weer van voren aan beginnen. Dus het kan gewoon eindeloos door blijven gaan. Kijk, nou zie je, dan... Dat is wel handig dus. Hè? Maar je moet dus wel elke keer zorgen voor nieuwe melk dan, hè? Ja, dat, je hebt dus weer een liter melk of meer natuurlijk. Dat ligt er aan hoeveel je wil hebben. Ja. Hè? Maar ja, je moet dus weer wat van gedeelte ervan weer in die melk doen. En dan gaat het gistingsproces weer verder. Want het komt oorspronkelijk uit de Himalaya, Tibet en zo die kanten op. Wauw. Nou, misschien is het daar gewoon weer naartoe dan. Ja, dat we het nu niet meer hebben. Het is terug te vinden. Ja, het is terug te vinden op Wikipedia. Het staat er allemaal op. K-E-F-I-R. K-4. Nou, ik ben blij met het, zeg maar, het voorlezen van Wikipedia in dit geval. Nou, ik heb het niet voorgelezen. Nee, je hebt het onthouden. Dat is helemaal bewonderenswaardig. Dat is vrij metselarij en zo, maar ik wil er allemaal niet alles voor de voeten wegmaaien. Want dat zijn ook een soort, ja, een beetje geheimzinnig genootschap is dat eigenlijk dan. Waar vaak ook hele, nou, beroemde mensen in zitten. Die dan, zoals Bush ook, die zat geloof ik in de 33ste graad was die al. En, dus dan zit je in de hoogste regionen daarvan. Hè? Ja. Je kunt het ook een beetje... Beetje vergelijken dan hier met de Bilderberg-conferentie en zo. En dat soort ideeën moet je maar denken. Dat komt niet allemaal in de openbaarheid. Hè? Ja, maar dat is, dan houden we het juist helemaal in het vage. Dan weten we nog niks. Ja, we moeten wel een beetje. Er moet toch iemand eventjes een klein beetje een tipje van de sluier op willen lichten? Ja, goed, maar ik ben er niet zo in thuis hoor. Maar ik heb er wel hier en daar wat van gelezen en zo. Dat, maar ja. Het zijn vaak allemaal van die een beetje geheime genootschappen en zo. Dus dat, en dat is, ja, niet allemaal heel duidelijk van wat er allemaal in gebeurt. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje de voortzetting van de vroegere gnostiek zo. In de tijd van de Essenen en zo, toen, dus al 2000 jaar geleden en zo, toen had je dat ook al in die mysteriescholen dan. Dus eigenlijk een voortzetting daarvan. Hè? De Rozenkruisers en zo, nou ja, de Katharen, die waren dus ook met... Ja, maar hier schieten we natuurlijk niks mee op. Want nu horen we alleen maar de hele tijd namen van dingen en dan weten we nog niks.
Nee, goed, maar ik wil het even hier belaten dan, want het staat ook wel op Wikipedia. Ja, hoor, dus lekker dat, ben jij. Ga even zelf, we gaan toch niet oproepen dat mensen alles op moeten gaan zoeken op Wikipedia? Nee, maar dat maakt niet uit. Er belt vast wel iemand die... Dan weet je wel een hoop meer. En ik heb ook al op andere sites heb ik wel gezeten, dus op wat paranormale sites. En daar staan vaak ook wel beschrijvingen over in en zo. Dus, maar goed, ik had eigenlijk dat antwoord op die cave hier. En er werd eigenlijk het gras van mijn voeten weggemaaid. Maar ik denk, blijf nog even wakker, ik zal nog even aan de lijn blijven. Want om op te hangen vind ik ook zoiets. Hè? Nee, heel goed. En dan hadden we toch dit gesprek moeten missen, was jammer geweest. Ja, oké. Okay. Nou goed. Fijn weer even met je gesproken te hebben. Insgelijks. Ik luister altijd heel graag naar je. Kijk, dat hoor ik graag. Dank je wel, hè. Dag Astrid. Dag. Tot ziens, hè. Hoi. Dag. Doei. Doei. Mevrouw Schuurman. Ja. Met Corrie Vlumans. Goeienacht. Dag. Over yoghurtplantje. Ja. En de kefir. Maar yoghurtplantje is geen kefir. Oh, dat is verwarrend. Ja. De kefir heeft ook een andere smaak. Inderdaad, is het een beetje alcohol, kan erin zitten. Ik kan het niet precies uitleggen, maar het is heel anders. Maar een yoghurtplantje, ik heb het alle twee zelf gedaan ooit. Maar wacht even, dus... Maar een yoghurtplantje was echt yoghurt zoals wij dat kennen. Mm. Maar kefir heeft een andere smaak. Maar verder kan ik het niet precies uitleggen. Maar een yoghurtplantje of kefir, één van de twee heeft witte bolletjes. Ja, een yoghurtplantje heeft ook een beetje bloemkool achter. Kefir weer een beetje anders, maar er is verschil. Groot verschil. Ah. Maar... Nee. Ja, mevrouw Vloeimans, er is groot verschil. Maar wat is dan het verschil? Een yoghurtplantje... Wat lijkt er nou op bloemkool en wat lijkt er op witte bolletjes? Of lijkt bloemkool op witte bolletjes? Nou, een yoghurtplantje was ook een beetje bloemkoolachtig, hoor. Ja, maar als er groot verschil is, kunnen ze niet allebei op bloemkool lijken? Nou, er zit wel iets verschil in. Maar wat is dan het verschil? Ja. Ja. Het kefir heeft een andere werking. Okay. En yoghurt is net zoals wij yoghurt kennen, die yoghurtsmaak. Maar kefir heeft een andere smaak. Oké. Okay. Verder moet je het niet helemaal vragen, want ik weet het niet precies hoe om het uit te leggen. Nee, maar het is een goede voorzet. Kefir heeft, Maar kefir is ook een soort yoghurtplantje, maar dan anders. Ja, nou, je kan het geen yoghurtplantje noemen. Maar ja, goed, het wordt inderdaad, de melk wordt er dikker van. Ja, maar als je kefir in de melk doet om dikke melk te maken, dan lijkt het op yoghurt. Ja, maar het heeft een andere smaak dan yoghurt. Oké. Okay. Goed, nou, dan zijn we er nog niet uit. Dan blijven we nog eventjes door over de kefir en de yoghurt. Nou ja, misschien wel. Ja, want dan weten we nog niet wat dat plantje met die witte bolletjes is waar je yoghurt mee maakt. Nou, dat is inderdaad, dat weet ik ook niet. Een yoghurtplantje. Ja, precies. Ja. Oké, nou bedankt hè, en een goede nacht nog. Ja. Dag, Astrid. Dag. Ik krijg zo waar trek in yoghurt, gebeurt me niet vaak. Erika. Hi, Astrid, goeienacht. Hallo. Over de kefir heel kort. Ja. Het schijnt te heten... Kuppermek. Wat? Dat betekent schuilen. Schuilen. Ja, ik vergeef me mijn uitspraak, maar dat is een Turks woord. Kuppermek. Ja. Kuppermek. En het schijnt heel gezond te zijn. Nou, dus ik ga het gelijk kopen. Ja. Want je wordt er heel oud van. Je wordt er heel oud van. Maar niet ter plekke. Inshallah, hè? Ja, precies. En lange termijn. Niet morgen al. Ja. Nee, als God het wil. Oké. Okay. Nee, maar het zal maar zeggen, je wordt er heel oud van en je wordt morgen opeens wakker als 82-jarige. Wat niet erg is als je vandaag ook 82 bent. Nee. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik ga het niet kopen. Nee, goed. Ik zou het niet doen. Oké, dat is wat betreft de kefir. Ja. Over de vrijmetselarij. Ja. Maar ja, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Maar als er geen antwoord komt, beloof ik dat ik dat volgende week zal doen. Want mijn buurman, en die meneer ben ik ook mantelzorg voor, die is bij de vrijmetselarij geweest. Dus hij heeft me er wel eens wat over verteld, maar vergeef me, op dit moment schiet me het allemaal niet te binnen. Ja. Maar krijg je geen antwoord, ik blijf luisteren, dan beloof ik je dat ik volgende week daarover bel. Ah, oké, dat je van de week even de buurman erover lastig valt en dat je er dan nog even op terugkomt. Ja, ik kan hem nu niet wakker maken, die arme man.
Ja, maar dan hopen we wel dat het vandaag eigenlijk nog lukt. Want anders dan moeten alle mensen die nu luisteren volgende week weer luisteren. En dat wordt heel vervelend, want volgende week woensdag spelen we hoogstwaarschijnlijk weer voetbal. Als het ons inshallah lukt om te winnen van Costa Rica. En dan is iedereen heel erg moe. Dus laten we hopen dat het vannacht nog tot een oplossing kan komen. Oké. Ja. Ik ga kijken of hij wakker is straks. Ja, dat kan ook nog. Ja. Ja. Oké, inshallah. Maar goed, dan de vraag waar ik eigenlijk over bel. En dan heb ik daarna nog een andere vraag. Maar het volgende, voetbal. Ja. Ja. Ik woon in het centrum, van Hoogveen. Ja. En als ik over mijn balkonnetje heen kijk, dan zie ik de hoofdstraat. Die kan ik links en rechts inkijken en een kleurt het, zelfs nu, rood, wit, blauw en oranje, maar rood, wit, blauw van de vlaggen. Ja. Die hangen ook nu uit. Ja. Volgens mij is het ooit bij wet bepaald dat je een vlag op een bepaalde tijd weer binnen moest halen. Oh, ja. Het kan zijn dat veranderd is, maar hier hangen ze dus dag en nacht hangen ze uit. Hmm. En ik vroeg me af van, ja, mag dat dan? Of is er dan een ontheffing omdat het WK is, hoi hoi, wij spelen oranje? Maar ik begrijp het eigenlijk niet. Volgens mij was het ooit zo dat je hem voor zoveel uur voor zonsopgang, of weet ik veel, dat je hem weer binnen moest halen. Hmm. Ja, daar staat me ook iets van bij. Maar het lijkt mij in deze tijden bijna onmogelijk om dat te controleren en ook sancties uit te delen, sancties te heffen. Oh, er hoeft maar één agent hier de straat in te kijken en tik-tak links, rechts. Ze kunnen helemaal binnenlopen in Hoogveen Centrum dan. Ja, ja. Precies. Oh, ja, dat zal het zijn. Ja. maar goed, je had nog een vraag. Ja, nou, dus daar wil ik wel graag een antwoord op. Ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ik heb eergisteren gebeurde er voor mijn ogen een ongeluk. Het liep gelukkig redelijk goed af. Ja. Maar voor hetzelfde geld was er iemand overleden. Ja. Was er een jonge man die heel erg hard reed. En mij al voorbij ging op een smalweggetje. Ik heb dat gelezen op Facebook. Wat een verschrikkelijk verhaal was dat. Oh ja, ja. Oh, heb je het gelezen? Ja. Ja, ja, nou, ik vond gewoon het zo oneerlijk, want ik heb geprobeerd echt met de jonge man te praten. En wat ik al schreef op Facebook, van in zijn ogen zag ik gewoon dat het hem echt helemaal geen ruk uitmaakt, hoor. Mm-hmm. Dus ik was verbijsterd en in shock, echt waar. Echt, het was een honderdste van een seconde was die man dood geweest, echt. Ja. Echt waar. Nou, even voor de mensen die het niet gezien hebben op Facebook, want jij hebt het verhaal helemaal opgeschreven. Een jongeman die reed heel gevaarlijk en die reed daarbij iemand van zijn fiets. Politie erbij, maar uiteindelijk kon die jongen gewoon gaan terwijl die fietser helemaal in shock en een kapotte fiets daar zat. Ik vond het wel een raar verhaal, Erika. Ja, ik was ook verbijsterd. En nou, wat ik ook al schreef, omdat ik in shock, ik was net zo geschokt, ik stond trillend op mijn benen, omdat ik dacht, nou, dit is voorbij. Mm. En er was een jongeman, agent, die tegen mij zei van dat ik mijn mond moest houden, dat hij zo niet met me wou praten. En toen zei ik, nou, dan zet ik het op Facebook. Ja, sterker nog, op Radio 1. Toen begon hij het uit te leggen over artikel 30 of 3 of 30, dat weet ik niet meer. Mm-hmm. Maar dat moet ik nog eens nazoeken. Maar en toen zei hij van, ja, dan gaat de verkeerspolitie kijken en dan als zij denken van dat. Ik zeg, maar je kan toch zien aan al die stukken wat voor klapper er gebeurt. Dus echt meters verder lachen van alles. Ja, maar wij waren er niet bij, zei hij. Ja, maar wat is nu je vraag? Want ik begrijp dat je geschrokken bent. Dus, ja. Ik stopte en waren gelijk ook heel veel mensen. Mm-hmm. En iedereen riep en zei, hij reed te hard en dit en dat. En ik zei, 112. Ja, nou bel jij maar 112, zeiden ze. Nou goed, niemand had dat nog gedaan, dus dat deed ik. Maar nu vroeg ik me af, is 112 eigenlijk een gratis nummer? Dat weet ik niet, dat bedenk ik nu dus, hè. Volgens mij wijk je nu een beetje van je vraag af. Dit kan nooit je oorspronkelijke vraag over dit hele gebeuren zijn. Ja, maar ja, nu wel. Nee, maar dan ga ik. Ja, maar volgens mij moet ik dat niet in jouw programma doen. Dan moet ik ergens anders zijn. Oh. Nee, maar praktische vraag. Is 112 gratis? Ja, volgens mij is 112 gratis. Ja, maar weet je, Astrid, ik denk niet dat ik dat moet doen. Oh. Goed. Jij wel?
Ik heb geen idee, want ik begrijp niet goed wat je tegenhoudt. Dus ik kan daar geen uitspraak over doen. Maar het lijkt mij stug dat als je 112 belt, dat je dan later de telefoonrekening krijgt daarover. Maar ik weet het eigenlijk niet eens zeker. Dus, Nou, weet je, ik heb 5 minuten aan de telefoon gestaan met mijn mobiel. Ja. En dus ik vroeg me, ik kan eigenlijk wel. Ja, laat ik het maar doen. Ja. Kijk, ik begrijp dus niet. Waarom die agenten niet zijn gaan kijken naar al die... Dat hebben ze niet gedaan. Waarom zijn ze niet gaan kijken van waar liggen al die stukken? Wat is er gebeurd? Hoe heeft hij afgeremd? Waarom er niet iemand bij kwam die dat bekeken heeft? Dat begrijp ik niet. Dan denk ik, er zit iets scheef in de wet. Dan ga je dat toch constateren hoe hard de desbetreffende persoon heeft gereden. En dat er zo'n ongeluk is veroorzaakt. Maar Erika, jij hebt een discussie gehad met die agent. Dus hij moet op een gegeven moment gezegd hebben van nee, we gaan dit niet verder onderzoeken, want... Ja, maar hij gaf geen duidelijk antwoord. Het enige wat hij zei was van, ja, we gaan hier niets aan doen. En hij gaat weer verder. Ik zeg, dat kan toch niet waar zijn? Ik zeg, morgen, hij stapt in zijn auto en hij heeft misschien nog een paar dagen de schrik in zijn beentjes zitten. En dan gaat hij weer net zo hard rijden. Nou ja, maar het is meer het verhaal dat die fietser, die zijn fiets kapot is, die moet zijn fiets vergoed krijgen. En die, maar heeft dan misschien die fietser gezegd dat hij geen aangifte wilde doen of iets dergelijks? Zou dat misschien nog gebeurd kunnen zijn? Dat zou kunnen, maar die man was in shock. Die was, hij zei alsmaar, herhaalde, hij was echt in shock, Astrid. Ja. Want het was een hele stevige man in de zin van gewoon dat hij goed in het leven stond. Maar hij zei de hele tijd, dat heeft hij een uur lang gedaan tegen mij. Ja, maar ik zag niks. En ik... Elke dag kom ik hier langs. Ik steek hier altijd over. Ik zag niks, zei hij. Ik zeg, dat kan niet. Zo snel ging het. Ja. Ik zeg, u hebt hem nooit kunnen zien. Maar hij was in shock. Dus daardoor denk ik dat hij zich niet verdedigd heeft. Want het leek me wel iemand die dat prima kunnen. Maar dat zou wel een verklaring kunnen zijn. Dat is natuurlijk wel heel ongelukkig. Maar dat die man inderdaad tegen de politie heeft gezegd van... Ja, nee, ik heb het niet gezien. Laat maar, weet je. Ja, in dat geval... Maar hij zei tegen mij dat de dader, tussen dader is een beetje een zwaar woord, maar het is wel een dader. Ja. Maar die had wel gezegd die had wel schuld bekend en gezegd, ja, ik reed te hard. Dus dan zou de politie op dat moment toch moeten constateren dat er een strafbaar feit is gepleegd. De man heeft te hard gereden, 110 op een weg waar je 160 en ook nog een kruising oversteken. Dan is dat toch, dan denk ik, dat op dat moment gaan toch alle alarmbellen aan en zeg je toch, hier is een politiesituatie. Ik bedoel, daar moet wat aan gedaan, lijkt mij. Ja. Dus wat zou de reden kunnen zijn dat dat niet gebeurde? Nou ja, misschien kan iemand daar zijn licht over laten schijnen. Ja. Erika, ik dank je voor je... Want we hebben inmiddels 3 vragen. Ik vind het goed zo. Ja, ik ook hoor. Oké, okay. Dank je wel. Ik zou zeggen succes. En ik hoop dat ik... En ik zou kijken of die meneer wakker is. Ja, en dan hoor ik je nog. Bedankt. Is goed. Doei. 0800-1121. Dit is Snow Patrol. Mevrouw van Zetten. Dag. Ik heb een vraag. Ja. Over, er wordt momenteel, worden jongens opgehitst, noem ik het maar, om te gaan strijden voor, nou, wat zij denken dat hun ideaal is. Ja. En dan gaan ze in vreemde krijgsdienst. Mm-hmm. En nou herinner ik mij dat een, ik noemde hem oom, maar het was een kennis van ons. Yeah. Die was voor de oorlog, was die gaan vechten tegen de dictator, de opkomende dictator Franco in Spanje. Ja. Yeah. En die heeft zijn Nederlanderschap verloren. Ja. Yeah. Die is jarenlang stateloos geweest. Ja. Yeah. En dat heeft hij toen weer, na een aantal jaren, ja, ik weet in de 50e jaren, en dat gebeurde allemaal eind 30e jaren, die strijd om te voorkomen.
van de van vrije Europeanen die probeerden om, Spanje democratisch te houden en Franco niet aan de macht te laten komen. Dat heeft, nou, tot ver in de 50 jaren is die stateloos geweest. Ja. Was die dus zijn Nederlanderschap kwijt. Mm-hmm. Als deze jongens, en er zijn geloof ik ook tegenwoordig meisjes, die in vreemde krijgsdienst gaan, raken die dan ook hun Nederlanderschap kwijt? Of is dat inmiddels veranderd? En als het veranderd is, zou het dan weer niet ingevoerd kunnen worden? Want het is toch eigenlijk een beetje van de gekken. Hmm. Dat je het geweld op gaat zoeken. Om ja, een ideaal van je. Ik vind prima als mensen idealen hebben. En in een bepaald geloof, een staat in hun leven willen hebben. Maar dat ga je dan toch niet met geweld bevechten. Nee, maar dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Maar als het gaat om... Ja, maar dat ze dat gaan doen, ze gaan in vreemde krijgsdienst. Ja, maar mag ik u heel even onderbreken? Want ik begrijp uw vraag, alleen we hebben hem vorige week gehad. Oh, dat wist ik niet. Nee, maar dat begrijp ik. Ik snap ook wel dat niet iedereen fulltime naar dit programma kan luisteren. Maar het probleem is dat ik nooit de antwoorden onthoud. Oh, maar ik heb ook de vraag. Ik heb vorige week. Nou, heb ik niet geluisterd. Ik luister niet altijd. Ik luister eigenlijk alleen als ik goed wakker ben. Ja, maar ik zei net al, ik begrijp dat niet iedereen iedere donderdagnacht 4 uur dit programma meekrijgt. Dus dat maakt ook helemaal niet uit. Alleen, ik probeer me nu te herinneren wat het antwoord was. Want volgens mij is het niet meer zo dat je stateloos kunt worden. Dat is natuurlijk ook ontzettend onpraktisch. Dat is wel jammer. Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja, ik vind als je beschikbaar stelt om voor een ander land mensen dood te gaan maken, want ze gaan niet daar naartoe om daar de mensen te helpen. Nee, ze gaan daar vechten om een bepaald ideaal te verwerken en om mensen dood te maken. Dat is even wat anders. Mm-hmm. Ik bedoel, het zijn geen Albert Schweitzers die daar naartoe gaan. Ja, dus om de mensen daar te helpen, dat is even wat anders. Ja, maar het is, nou ja, goed, we kunnen een lange discussie over voeren. Ja, nee, want okay, vorige week hadden we het er ook. Maar. Nee, maar vorige week hebben we het er ook even over gehad. Dat, sommige, vooral vrij jonge mensen, zich op een gegeven moment geroepen voelen om iets onhandigs te doen. En op het moment dat je ze dan hun paspoort of hun nationaliteit, want dat zijn twee verschillende dingen. Als je ze dat afneemt, dan kunnen ze ook niet meer terug. Dus dat is dat is maar net hoe hardvochtig daarin bent natuurlijk. Hallo. Ze kunnen dan altijd als stateloos en hun familie is dus hier. Ja. Dus ze kunnen op familiebezoek. Nee, maar kijk, mijn punt is ook, ik weet alleen maar, als ze daar naartoe zouden gaan om daar die vluchtelingen te helpen, Dat is wat anders. Maar ze gaan daar naartoe om te moorden. Ja, maar mevrouw Van Zetten, misschien geloven zij wel dat ze daar naartoe gaan om mensen bij een goede zaak te helpen, hè? Nou, nee, maar helpen door mensen te vermoorden, dat is nooit echt. Dat zou ik ook niet toejuichen, inderdaad. Maar goed, maar de vraag is, kunnen ze stateloos worden? En ik weet niet meer hoe, volgens mij was het antwoord nee, maar hoe dat precies zat, dat weet Ruben vast nog wel. Ja, want je hoort er nooit wat over. Nou, vorige week nog. Ja, nee. Ja. Dat is echt, daar zit ik om. Ik loop al met deze vraag ongeveer 3 maanden rond, hoor. Nou, dan gaan we hem gewoon nog een keer oplossen. Er is vast iemand die het van vorige week onthouden heeft. En anders weet Ruben het vast. Nou, die belt regelmatig over dit soort onderwerpen. Ik blijf luisteren in ieder geval. Heel goed, mevrouw Van Zetten. Dank u wel. Dankjewel. Jo, dag. Elmar. Ja, hallo. 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 Hallo, zeg het eens.
Ja, ik had wel een antwoord op de vraag over de, over dus het, het rondzingen van het geluid op het podium. Wanneer van artiesten die op het podium staan en die dus ook speakers hebben. Mm-hmm. En dat het geluid, want ik heb de vraag eigenlijk maar heel kort meegekregen, maar het ging er dus om dus dat het geluid... Jullie denken van waarom het teruggaat in de microfoon of in de speakers? Nou, nee, de vraag was oorspronkelijk van Richard. Kijk, als ik hier nu mijn speakers aanzet, dan komt het geluid met een hele kleine vertraging via de speakers weer in de microfoon. En dan dus weer uit de speakers en dan weer in de microfoon. En dan krijg je wee, wee, wee. Dat is echt niet om aan te horen. En Richard vraagt zich af hoe dat op een concert dan gaat. Want als Guus Meeuwis daar staat te zingen en het geluid gaat het publiek in dan komt, en het gaat zo hard, dan komt er ook een beetje geluid weer bij de microfoon. Waarom gaat het dan niet piepen en galmen? Dat is eigenlijk zijn vraag. Ja, nou, ik heb er even over nagedacht ondertussen toen ik aan de telefoon staat. Want, dat is altijd handig. Ik weet het al, maar dus ik moest er ook even over nadenken. Het zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds heb je dus de volume die natuurlijk waarmee wordt gekeken. De volume, want je hebt eigenlijk twee geluidsmannen bij een concert. Je hebt de man die Guus Meeuwis in de zaal bedient, zeg maar. Dus de, voor de mensen die het concert bekijken of beluisteren. En dan heb je een geluidsman aan de zijkant staan die het geluid voor Guus Meeuwis verzorgt. Dus die dus de monitorspeakers en ook van zijn band regelt. Dus het zijn eigenlijk twee totaal verschillende mixen die dus echt helemaal precies worden gecontroleerd. Dus ze kunnen precies zeggen van ik wil Guus Meeuwis op de speaker van de drummen, wil ik iets meer of iets minder. Dus op die manier kun je al heel veel controleren. Dat is één. En twee is, ze kunnen ook heel veel doen met de frequentie, met equalizers. Dus op het moment dat jij, als je het rondzing hebt, een feedback, dat is altijd eigenlijk altijd één frequentie. Die dus net de frequentie is van de akoestiek van die ruimte. En als je die frequentie een klein beetje verzwakt op de speaker waar het aan de hand is, dan kun je al veel luider werken. Kun je al heel veel wegkrijgen, zeg maar. Oké. Okay. Dat is eigenlijk het, in één zin, is het eigenlijk het verhaal. En dan misschien als je afvraagt van maar er komt toch sowieso geluid binnen in de microfoon. Dat klopt. Ik bedoel, er is gewoon heel veel geluid ook op het podium. Mm. Dat komt ook allemaal in die microfoons. Ja. Alleen dat is niet zo hard dat het ook weer dat het een lawine effect wordt. Want dat is eigenlijk rondzingen is een lawine effect. Dat het geluid wat het geluid zeg maar is laten we zeggen niveau 10. En als het in de als het weer in de microfoon gaat en het weer uit de speaker komt, is het 11. Ja, dan wordt het dus niet. En daarna wordt het 12. En ja, dan krijg je dus heel snel binnen no time krijg je dus een gigantische kabaal. En dat is eigenlijk een rondzing. Als je de speakers die op het publiek gericht staan, als je die om zou draaien richting Guus Meeuwis zou zetten, dan zou je dit ongeveer krijgen. Kdenk. Ja, en nou iets harder denk ik, ja. Ja. Zo, ja. Tenminste, het ligt er een beetje aan. Hè. Kijk, het is niet zo. Het is maar net hoe de situatie is. Met geluid is het heel vaak. Je moet het echt luisteren. En de ene ruimte is de andere ruimte niet. Mm-hmm. Je zit heel erg met de akoestiek van de ruimte, wat bepalend is. Want een ene ruimte die heeft bijvoorbeeld frequentie. Zoveel kilohertz of zoveel hertz waar je gaat rondzingen en de andere ruimte niet. Dus het is wel afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Maar het belangrijkste is het eigenlijk dat het dus. Zo'n monitorman die dus het geluid doet voor de speakers op het podium, die is daar ook gewoon echt wel eventjes mee bezig om alles zoals ze dat zeggen uitfluiten. Dus, dan gaat hij alle microfoons langs en gaat hij dus ook echt kijken waar de grens ligt, tot hoe ver hij kan gaan. En dan weet hij dus precies, dat stelt hij dan zo in bij zijn geluidstafel, van hoe hard hij kan gaan en dan ook met de equalizers, want daar kan hij dus heel precies met een parametrische equalizer kan je heel precies hele specifieke frequenties kun je eruit halen. Maar volgens mij is dat ook een beetje de vraag van Richard. Juist in zo'n heel groot stadion moet het geluid gewoon heel hard staan, want anders kan niet iedereen het horen. Dus als het heel hard staat, dan komt het toch ook uiteindelijk weer heel hard via het podium en dus de microfoon terug?
Ja, maar het is dus, dan zit je, dan, als het niet rondzinkt, dan blijf je onder dat lawine-effect. Dus dan, dus het geluid wat, even kijken hoor, ik moet even goed nadenken. Het geluid wat dus door de microfoon gaat, wat versterkt en uit de speaker komt. Ja. En dan ook weer terugkomt bij de microfoon, hè, want je moet dus niet alleen het, tuurlijk het geluid wat uit de speaker komt. Mm-hmm. Dus het geluid dat in de microfoon gaat en dat uit de speaker komt, dat zal uit de speaker harder zijn, want het is versterkt. Maar dan moet heeft het zich ook nog weer een weg af te leggen richting de microfoon terug. En daar gaat het juist om. Ja. Dus het gaat erom dat het geluid, als het eenmaal als het uit de speaker komt en weer naar de microfoon gaat, dan verzwakt het omdat het zich verspreidt in de ruimte. Oh, dat klinkt goed. En daarom is het... Dat klinkt goed. Wat klinkt goed? Nou ja, dat het zich verzwakt voordat het weer bij de microfoon komt. Ja, en daarvoor zijn dus die frequenties zo belangrijk, want het verzwakt in de ruimte, maar het... doordat het dus reflecteert op muren en dergelijke, heb je dus dat bepaalde frequenties beter reflecteren dan andere en in de ruimte blijven hangen, zoals ze dat dan noemen. En daardoor heb je dus dat meestal bepaalde frequenties van die ruimte altijd zullen rondzingen. Die kun je er dan dus ook zachter zetten. Ik denk dat Richard er heel blij mee is. Nou, vind ik mooi. Met ik ben blij dat, want ik was een beetje bang dat ik het niet goed duidelijk kon uitleggen. Maar... Nee, voor mij ook niet, maar ik denk dat Richard het wel begrijpt. Ja. En daar draait het uiteindelijk allemaal om. Ja, nou inderdaad. Nou, ik wil nog wel even zeggen, ik vind het wel een super leuk programma. Dit, Oh, gelukkig. En het zingt nauwelijks rond, hè? Het zingt nauwelijks rond. Ja. Ik ben ook even beneden gaan zitten, want anders hoor ik mezelf dubbel. Kijk, heel verstandig. Hey, bedankt, hè? Jo. Dag. Hey, dit is Guus Meeuwers. Gaat vrij goed. Het is een nacht. Mevrouw Stuurman. Hallo, hier ben ik. Dag. Het gaat over de vrijmetselarij. Mooi. Ja. Nou, de vrijmetselarij is eigenlijk voortgekomen uit de kathedralenbouw. Ja. Vroeger gingen de bisschoppen, die gaven opdracht, die hadden ook geld om een kathedraal te bouwen. En later waren de koningen. Hmm. En op een gegeven moment hield dat allemaal op. En maar de mensen die dus aan de kathedralenbouw hadden meegewerkt, die hadden iets gekregen van toewijding. Ja. Toewijding om iets moois te maken met elkaar. Mm-hmm. Nou, en datzelfde idee, op een gegeven moment toen die opdrachten ophielden, zijn die mensen doorgegaan. En die hebben de hele organisatie een beetje op dezelfde manier gedaan als bij de kathedralenbouw. Ze hadden dan... ik heb een boekje uit Engeland meegenomen ervan. En dat is heel leuk getekend. Daar zie je dus mensen dus met die planken over hun schouder lopen. En je ziet ergens een kabinetje waar mensen de tekeningen staan te maken. Hmm. En zo hebben ze dus later in de vrijmetselarij diezelfde verdeling gemaakt met van gezel, leerling, gezel en meester. Dat was vroeger bij die blauw ook. En opzij dus hadden ze daar de loge staan waar die tekeningen werden gemaakt. Nou, en het ideaal is eigenlijk te werken aan je eigen, zoals ze dat noemen, kubieke steen. Oh. Je bent zelf eerst op de wereld gekomen als een... een rare steen. En je gaat dus proberen in je leven die steen, die je zelf, een mooie steen te maken die precies past in zo'n gebouw. Ja. En je hebt dan ritualen, zoals ze dat noemen. Ritualen? Dus daar, ritualen. Ja. Dan je hoort dus, als je dus aanmeldt bij de vrijmetselarij, je kan ook gevraagd worden. Oh. Dan krijg je dus, dan ben je in het begin dus leerling. Mm. En dan word je gezel. En dan word je meester. Diezelfde dingen zitten erin. Vroeger, heel vroeger, was de vrijmetselarij tamelijk geheimzinnig. Ja. Mijn opa, die was ook vrijmetselaar. En dan vroegen de kinderen wel eens: en wat doen jullie nou? Ja. En dan zei mijn grootvader heel plechtig: wij vragen.
hoe laat is het op de gemasoneerde klok? Dus dat was om er een beetje af te zijn. Oh, maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo. Tenminste, het ene loge of de andere, die scheelt wel. Soms hebben ze van die open dagen. Dan kan je kijken in hun tempel die ze dus hebben. Oh. Ja, dat heet dan een tempel. Want dan, ja, daar komen ze bij elkaar met een zekere toewijding voor elkaar ook. En dat is dus veel opener geworden. Mijn man, die was ook vrijmetselaar. In deze tijd is het zo dat ook vrijmetselarij bestaat. Ik ben nog eens bij zo'n dag geweest dat je eens kon kijken hoe het er toe ging. Nou, ik vond het zelf helemaal niks. Dus ik heb me nooit aangemeld. Hmm. Maar zo gaat het dan eigenlijk een beetje. En die ritualen worden gevolgd. Als je dus leerling bent en je wil gezel worden. Tenminste, de mensen, je broeders, die maken dat uit. Of jij gezel kan worden. En dan volg je dus een rituaal. Je gaat dus geblinddoekt ga je dan de zaal in. En dan word je bij al je broeders, die stellen je een vraag. En aan het eind, en je hebt dan een medebroeder die loopt met je mee. En dat is eigenlijk symbolisch, zoals in je leven. Hè, dat er iemand met je meegaat en die brengt je dan tot het punt dat je gezel kan worden. Oh. Ja. Nou, ik vond het hele prima mensen hoor, want ik heb nog steeds contact met ze. Mijn man is nou overleden, maar ik heb nog steeds contact met ze. Ja. Het zijn echt, ze staan open voor de mensen. Ik kon toen, ik weet niet of ik het nou nog kan, maar ik kon in die tijd, kon ik gewoon merken aan mannen of ze vrijmetselaar waren. Die hadden toch een opener manier om met andere mensen om te gaan. Kijk, nou, ja, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zei van ja, ik ben vrijmetselaar. Maar goed, jij verkeert in andere kringen. Maar dat zullen ze ook niet zo gauw zeggen. Oh. Ze zullen dus niet zo gauw zeggen, ik ben vrijmetselaar. Maar zouden er nu nog jonge mensen zijn hoor, die er gewoon... overal. Oh. In heel Nederland zijn er loges. Ik woon in Den Haag. Ik geloof dat er in Den Haag 5 loges zijn. Ik ga eens rondvragen. Ja, ik ben wel benieuwd. Nou, hartelijk dank in ieder geval voor een stukje uitleg. Ja, goed dag. Zo. Dag, mevrouw Stielman. Ja, bedankt. Dag. Nachtzuster, een programma van Max. Anneke. Ja. Goeienacht. Ja, hallo. Zeg het eens. Ik ben bijna in slaap gevallen, ja. Nee, wat een toestand weer, hè. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is gewoon 4:08. Dat is het tijdstip dat je in slaap valt. Ja, en je bent zo populair. Echt, je moet zo lang wachten, hè. Het spijt me heel erg. Ja. Maar ja, je weet nooit hoe lang iemand praat. Als 3 mensen gewoon na 1 minuut ophangen, dan... Ja, natuurlijk zelfs. Maar zeg het maar, Anneke. Die jochtplant heeft al heel wat tijd gevraagd. Ik wil weten, wat is drijfzand precies? Oh ja. Wat doet het en waar gaat het heen en waar komt het vandaan? En waarom ga je er dood aan? Ja, je zakt er geloof ik in weg. Ja, er komt een moment als je maar ver genoeg wegzakt dat je geen adem meer kunt halen, toch? Ja, precies. Ja. Ik wil iets meer weten van drijfzand. Ja, nou ja, dat moet lukken via 0800-1121. Nou, dus toch tevreden dat je zo lang gewacht hebt, hè? Ja, ontzettend, maar er zijn er leuke mensen bij. Ja, dat gevoel heb ik nou ook altijd. Maar Anneke, dit klinkt niet alsof je wakker gaat blijven om het antwoord ook te horen. Nou, ik ben nu weer even een poosje wakker. Dus oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we een beetje vaart maken. We gaan vaart maken, we gaan even tempo, hoppakee. Iedereen nu bellen over drijfzand naar 0800-1121. Ja. Niet iedereen, gewoon die ene persoon die het weet. Ja. Ja, en dan moet je nu echt bellen, want anders dan zit je in de hoos. Ja, nu, nee, echt nu. Ja, of juist niet nu, want iedereen gaat nu bellen. Dus moet je even 2 minuten wachten. Precies, dan moet je even een paar seconden wachten. Dat is goed. Ik geef wel een seintje als je moet bellen. Goed. Dit doe je niet. Dit schiet niet op natuurlijk. Bedankt, Anneke. Het gaat goed. Fijne nacht. Dag. Ja. Bas.
Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Bas. Met Bas Kranke, Krimp aan de IJssel. Dag, Bas Krimp aan de IJssel. Kranke. Dat is echt een hele stomme verspreking. Heeft niemand gehoord. Maakt niet uit. Ik had een vraag. Wij worden volgende week zondag worden wij wereldkampioen. Oh ja. En dan een vlog heel Nederland. En ja, dan is het een en al een berg Bengaals vuur. Oh ja. Kunnen ze dat vanuit de ruimte, vanuit het ruimtestation, de ISS, zien? Oké. Even kijken hoor. Dus kunnen ze vanuit het ruimtestation ISS, kunnen ze zien dat wij vuurwerk afsteken? Ja. Ja. Nou, logisch. Want ja, het is dan toch wel een groot feest in Nederland. Lijkt me wel. We worden helemaal gek, joh. Ja. En dat moet vanuit ruimte te zien zijn. Ja. En er zitten ook mensen op een telefoontje te wachten af en toe. Zou het? Denk het wel. Oké. Maar heel even, even voor mij. Bas, want jij klinkt alsof je verstand hebt van voetbal. Nou dan niet. Nee, maar ik vraag me gewoon af, hoe groot is de kans? Dan moet ik even tussen jou en mij hoor, dat niemand het hoort. Maar hoe groot is de kans dat we verliezen van Costa Rica? Want het klinkt... 10%. 10%. Oké, nee, het klinkt namelijk een beetje alsof we moeten voetballen tegen kinderdagverblijf de Groene Kabouter. Nee, het is niet pad op het dak. Nee. Maar de enige grote risico's zijn nog de Belgen. En als we van de Belgen winnen, worden we gewoon wereldkampioen. Ja, daar zit wat in. Want de Duitsers... Die Duitsers kunnen we hebben, die hebben voedselvergiftiging. Dat is echt... Dat komt door de battenbellen. Ja, precies, die eten te veel. Ja, is ook zo. Goed, Bas? Ja? Vuurwerk, gaan ze dat zien in de ruimte? Dat was eigenlijk de vraag. 0800-1121. Dankjewel, hè? En een prettige avond. Hetzelfde. Hoi. Meneer Ancone? Ja. Goedemorgen. Ja, ik wou net zeggen, het zal me toch niet weer gebeuren. Goedemorgen. Ja, ik had trouwens een antwoord op die vrijmetselaars, maar ik vond dat die mevrouw een nog veel mooier antwoord geeft. In ieder geval heel lang. Ja. Nou, ook maar wel heel volledig hoor. Daar kun je niets aan toevoegen. Uitstekend, okay. Chapeau. En heel wat beter als die meneer een hele tijd daarvoor. Maar dat 1-2, daar heb ik wel een antwoord op. Ja. Nou, het is gewoon gratis, want dat is ook heel logisch dat het gratis is, want elk toestel dat de pin kwijt is, kun je toch nog steeds 112 bellen. Oh. En doordat je de pin intoets, legitimeer je je eigenlijk bij je provider. Mm. En dan pas weet je. Dus elk toestel kan gewoon 112 bellen zonder kaartje eigenlijk. Oh ja. Dus althans zonder de pincode. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk dat ook zo. Dat betekent dat het altijd gratis moet zijn. Maar het kan ook als je geen beltegoed hebt, toch? Ja, op het moment dat mijn wachtwoord, dat ik dat niet heb, kan ik toch 112 bellen. Of nee, hoe heet dat nummer? 112. Dat, 112 bellen. Ja, 1121, dat kan ook, is ook gratis. Ja, ja. En dan over nood gesproken, dat die politieagent zo onwaarschijnlijk voor een toeschouwer ja, de kennelijke dader laat gaan. Ja. Wil nog niet zeggen dat zo'n politieagent waarschijnlijk de persoon heeft gekend of de persoon uit het en op die basis tegen die persoon op zich meldt hij zich even bij het bureau. Dat er dus kennelijk buiten het gezichtsveld van die mevrouw al communicatie is geweest wat zo'n agent doet besluiten om partijen dan te laten vertrekken. Dus ik denk dat je als toeschouwer bij een ongeluk natuurlijk niet helemaal het overzicht hebt van wat er gebeurt. Hmm. Dus het is erg. Het lijkt mij raar dat een politieagent zoiets laat gebeuren. Dat zijn mensen die hebben veel ervaring. En, maar ik merk zelf ook, ik heb ooit een keer zoiets gezien. Maar dan zie je gewoon, ja, vooral in een kleine omgeving. Je kent elkaar ook wel. En op het moment dat ik zeg, ik ben meneer Pietersen. Oh, ik ben meneer Pietersen. Nou, meld u zich zo even. Ik bedoel, dat kan ik mij voorstellen. Yeah. Dus dan heb je als toeschouwer de indruk, hé, hey, die gaat zomaar weg. Maar dan voltrekt hij zich veel meer als dat zo'n toeschouwer zelf ook waarneemt. Ja, daar zit natuurlijk wat in. Ja, ik begrijp het. Nou, ik zeg hartelijk dank.
voor het bellen van dit gratis nummer. En een goede nacht nog. Oké, u hetzelfde. Dag. 0800-1121. Hans. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Twee vragen voor de prijs van één. Kijk, kom maar door. De eerste vraag is, wat doet een scheidsrechter in de pauze? gaat hij dan de videobeelden bekijken van zijn domme beslissingen? Of gaat hij een kopje thee drinken? Nee, volgens mij doet hij een sudoku. Ja, kan ook. Dat moet ook gebeuren. Ja. Ik heb altijd een beetje het idee dat ze dan aan de beademing moeten. Nou, zoveel lopen ze toch niet? Nee, jawel, die scheidsrechters lopen eigenlijk nog het meeste van iedereen. Want die moeten de hele tijd met hun neus overal opstaan. Nou, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hey, maar ja. Een andere vraag die me al veel langer bezighouden heeft. Mm. Je hebt een stadion van... Een stadion wat? Een stadion met 60.000 mensen. Oké. Okay. Die lopen allemaal te gillen en te schreeuwen. Ja. En er is er één mannetje met een fluitje. Ja. En iedereen schijnt dat te horen. Ja. Hoe is dat mogelijk? Ja, maar dit is toch gewoon, dat is gewoon dat het een toon is die we verder niet regelmatig gebruiken. Ja, maar er hoeft maar één idioot in de tribune te zitten die een fluitje op zak heeft. Oh ja. Oh ja. Dat is een goed idee. Nee, nou... Dit gaat echt, het gaat me de wedstrijd wel worden nu, hè, zaterdag. Ja. Ja, bedankt namens het Nederlands elftal voor al die mensen die nu alsnog even een fluitje in de koffer doen. Nee, ik denk dat er een heleboel mensen al op dat idee gekomen zijn. Oh. Maar het gebeurt niet. Hmm. Je hebt heel veel vormen van vandalisme op de tribunes. Maar er is nog nooit iemand met een fluitje... Uitgefloten? Nee. En die scheidsrechter, die staat soms op 100 meter afstand. En die hoort dus iedereen. Die wordt dus door iedereen gehoord. Maar is het, ik kan me zo voorstellen, zo zou ik het doen tenminste, dat dat geluid is uitgekozen opdat je het en goed hoort in geruis en geroezemoes en dat soort dingen. En dat het geluid is dat niet zo ver draagt. Dus dat je het als het vlakbij is gewoon beter hoort dan wanneer het verder weg is. Kan zijn. Zou. Maar ja. De bedoeling eigenlijk van dit programma is dat ik geen antwoorden geef, hè? Nee, maar het is al een vraag die niet te begoogelen is. Nee, maar dat is, ja, dat is mooi. Ik zou het gewoon niet weten. Nee. Een fluitje... Van een cent? Ja, precies. Ja. 0800-1121. We gaan eens kijken of er nog een scheidsrechter wakker is. Hoi, bedankt, Hans. Dag. Dag. Mevrouw Stoffeler. Ja, met Katrina. Dag. Ja, het ging over die paspoorten, zal ik maar zeggen. Ja. En ik weet dus dat mensen die in het oosten, aan het Oostfront gevochten hebben, die zijn allemaal terug, degene dus die teruggekomen zijn dan, zijn ook een hoop gesneuveld, die hebben gelijk het paspoort afgenomen. Ja. Ik heb het een knul zelf horen vertellen en dat was al in de jaren 50, dus dat is niet teruggedraaid toen. Die zei dus dat hij stateloos was. Ja, ik weet het, dat weet ik ook nog van vorige week dat ter sprake kwam, maar dat later wel veranderd is. Oh, nou dan is het wel een hele tijd naar de hand geweest. Maar goed, in ieder geval, kijk, die moslims die zijn niet stateloos. Als ze terugkomen en ze hebben een vreemde dienst, dan kunnen ze hier rustig dat postpaspoort intrekken, want ze hebben nog steeds de Marokkaanse, Turkse of noem maar op welk paspoort. Nee, want het gaat juist om die Nederlandse jongens die bijvoorbeeld naar Syrië afreizen.
Ja, maar die hebben. Ja, maar het zijn over het algemeen Marokkaanse Nederlanders, hè? Nou ja, over het algemeen. Marokkanen, dat maakt niet uit. Maar ze hebben wel een Turks en een Marokkaans paspoort ook. Want dat wordt niet afgenomen. Want die landen, die willen dat niet. Die willen gewoon dat ze uiteindelijk altijd aan het... Kijk, Turken, die moeten nog naar Turkije om de dienstplicht te vervullen. Ja, dus maar dat heeft allemaal niet zo heel veel met deze vraag te maken. Ja, dat vind ik wel. Want kijk, als wij straks bang moeten zijn dat die lui terugkomen... helemaal, nou ja, gehersenspoeld zal ik maar zeggen... Hmm. En wij moeten dan constant weer in de zenuwen liggen... omdat ze misschien daar en daar en daar en daar een aanslag gaan plegen... dan vind ik dat wij ze voor moeten zijn en zeggen van... als jullie daar naartoe gaan, dan kun je van tevoren... dan moet je maar ervan uitgaan dat je je paspoort niet meer terugkrijgt. Ja, dat maar... kun je natuurlijk, dan kun je het van tevoren zeggen. Maar het zou natuurlijk wel heel makkelijk zijn als we tegen iedereen die van plan is een aanslag te plegen kunnen zeggen, je krijgt geen paspoort. Dat zou heel makkelijk zijn. Nee. Nee, maar je kunt toch niet bij voorbaat tegen iedereen zeggen, je krijgt geen paspoort meer, omdat er misschien wel een aanslag van plan is ooit te gaan plegen? Nee, je moet gewoon zeggen, als jij in vreemde dienst gaat werken, gaat vechten, dan krijg jij dus geen paspoort meer. Ja. Van Nederland. Goed, maar ik begrijp dat het je mening is. Maar de vraag is hoe het daadwerkelijk geregeld is op dit moment. Ja, heel stom. Heel dom. Ik denk, je kunt het veel beter van tevoren zeggen van... als jullie dat doen en je komt terug met wie weet allerlei rare toestanden in je hoofd... want ze worden ze hartstikke gehersenspoeld en dat weet iedereen... Dan moeten wij weer alles inzetten om daar een ding, daar wordt een ding voorbereid en daar wordt een ja, nee, maar Catharina, ik begrijp je bijdrage, maar de vraag is nu even, hoe is het geregeld? En ja, heel dom is misschien niet helemaal zoals hier geregeld is. Nou, klopt het niet net zo goed als dat de mensen dus die naar Australië en Canada gegaan zijn in de jaren 50. Die kregen ook geen tweede paspoort. Die kregen ook geen paspoort meer van Nederland. Terwijl mijn zus, die is er ook naartoe gegaan, die heeft gevraagd toen ze dan dat paspoort in Australië kreeg. Na 5 jaar, je moet 5 jaar in een land zitten. En toen heeft ze bij de Nederlandse dingen aangevraagd of zij dan ook nog het Nederlandse paspoort kreeg. Nee, eenmaal uit het land was het, voor haar eigen volk zijn ze altijd even besodemieters geweest. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar hier worden ze uitgedeeld als warme broodjes over de toonbank bij de bakker. Dat valt ook wel weer mee. Maar de vraag de vraag is nog steeds hoe het nu geregeld is. En we hebben daar vorige week een antwoord op gekregen. Alleen, ik weet niet meer hoe het nou exact luidde. Maar ik denk dat Ruben wel aan het luisteren is en dat hij zo wel gaat bellen. Want die belde vorige week ook. Die weet wel hoe het zit. Die weet het wel. Die weet het precies. Ja hoor, dat gaat goed komen. Bedankt mevrouw Stoffeler. Ja hoor. Goed, dag. Meneer Arendshorst. Astrid. Hallo. Hij moet eens goed luisteren. Ja. Hey, goedemorgen. Het gaat over het slagprotocol. Ja. Ben je er nog? Ja, ik ben goed aan het luisteren. Je bent goed aan het luisteren. Ja. Astrid, ja. Vlagprotocol. We hebben in Nederland een paar voorschriften. Oh. De vlag mag opgehangen een uur voor zonsopgang. Hij moet neergehaald worden een uur na zonsondergang. Een vlag mag 's nachts, zoals op het koerhuis, blijven staan de hele nacht. Maar dan moet die op en top verlicht zijn. Oh. Dus... Snap je dat? Nou, ik weet dat ik niet altijd de indruk wek dat ik het helderste lichtje aan de kerstboom ben. Maar dit begrijp ik echt wel, ja. Ik ken je ook al een tijdje, dus... Ja, hè? Maar dus wat ik... We komen uit dezelfde buurt. Oh jee. Maar wat ik me afvraag is dat het verhaal van Erika... die zegt, ik kijk hier in de winkelstraat in Hoogveen langs alle winkels... en ik zie allemaal vlaggen hangen. Dus zouden die dan allemaal uitgelicht zijn? Nee, het is zo, er is een protocol. Maar men treedt daar niet tegenop.
Oh, dus er zijn geen sancties als je je niet aan het protocol houdt? Nee. Dat vind ik van die slappe protocollen. Het is ja, maar het is dus als een nette Nederlander betaamt, haal je je vlag een uur na zonsondergang binnen en je haalt hem uit een uur voor zonsondergang. Dus de vlag moet altijd licht verschijnen. Dat is net als waar ik me dus vreselijk aan erger, dat de mensen die vlaggen over een blote lichaam heen hangen, et cetera. Oh, en dat ze op wat zijn dat voor mensen? Schrijven. Ja. Dat vind ik iets vreselijks. Ja. Ik vind ook, je moet een respect hebben voor die drie kleuren. Ja. Daar ben ik mee grootgebracht. Hij ging bij ons altijd aan statuus. Maar die drie kleur die heeft het natuurlijk wel even zwaar nu met het voetbal. Ja, dat begrijp ik. En dat gaat het ook niet om. Het gaat hoofdzakelijk. Jij vraagt dus, wat mag het? Nou, het mag. Alleen, het is niet netjes. Nee, oké. Nou, dat vind ik nog eens een mooie beschrijving. Hè? Ja. Nou, dat was het. Nou, dan vink ik hem af. Heb ik goed geluisterd? Ja, we goed geluisterd. En doe je het goed natuurlijk? Zal ik doen. Fijne nacht, hè. En bedankt, hè. Joe, dag. Doei. 0800-1121. Meneer Beker. Hallo. Hallo, met Kees Beker. Ik had een hele kleine aanvulling op de vrijmetselaars. Ah. Ik ben er zelf geen deel van, maar mijn zoon is daar deel van geworden. Oh. En hij heeft mij een keer uitgenodigd om een keer mee te gaan. Oh. En een van de dingen die mij, dat was op een open avond, waarin ze een vergadering belegden of een bijeenkomst belegden, volgens de regels zoals die zijn. Die mevrouw heeft het fantastisch uitgelegd, hoor, dat moet ik even zeggen. Kijk. Maar dat is vanuit de geschiedenis. En wat er nu is, dat is dat er vrij veel jonge mensen zijn, die volgens een heel streng protocol, en heel streng betekent dan niet dat er gestraft wordt als het niet volgens de regels gaat, maar volgens bepaalde leefregels. Bijvoorbeeld iemand die wat wil zeggen, die vraagt het woord. En die krijgt het woord. En vervolgens luistert iedereen. En de meeste mensen zijn gewend om tijdens het luisteren vast hun antwoord klaar te krijgen. Mm-hmm. Dus van binnen in hun hoofd bezig met wat voor antwoord moet ik geven. Ja. Bij de vrijmetselaars valt het mij op dat iedereen 100% luistert. En ook al ben je het helemaal niet eens met datgene wat die ander zegt, je gaat daar heel serieus op in. En dat is een verademing als je heel veel discussies hoort of disputen of twistgesprekken. Dit is echt een verademing waarin mensen volgens bepaalde regels werken. Ja. Het tweede wat ik ervan wil zeggen, dat is, daar hangt een waas van geheimzinnigheid overheen. Ja. En dat heeft te maken, voor zover ik dat gehoord heb van een van de mensen daar toen op die avond, dat het in de oorlog verboden is, de vrijmetselaar vanwege het feit dat de toen zittende macht geen zicht had op wat daar nou precies gebeurde. En toen hebben ze gezegd van die vrijmetselaars zijn bezig om ons gezag omver te werpen. Dus we gaan de mensen vervolgen. Dat is wat ik ervan begrepen heb. Oké. En het was slechts een kleine aanvulling, maar ja. Ik moet zeggen, ik kan iedereen, ook jonge mensen aanraden die proberen om problemen van deze wereld op een positieve manier te benaderen, om eens een keer naar zo'n open avond te gaan, want in de meeste loges heb je open avonden. En ik weet haast zeker dat iedereen daar erg voldaan van terugkomt. Kijk, nou, maar hoe vind je ze dan? Heel makkelijk, ze staan gewoon in de telefoongids. Echt waar? Of in de gemeentegids. Onder de van vrijmetselaars. Oh, dat wist ik niet. Ja. Nou, en, leuk. Een contactpersoon voor de vrijmetselaars. En daar neem je dan contact mee op. Er staat dan niet in waar de loge is meestal. Maar dan kun je wel met zo iemand in contact treden. En vragen van ik heb er interesse in. En wat wel nodig is, dat moet ik wel zeggen. Er zitten geen wereldverbeteraars in de zin van dat ze het allemaal beter weten. Dus, misschien wel af en toe een verdwaalde. Dat zou kunnen, maar die filtert zich vanzelf uit. Want de mensen gaan er zo serieus op in dat zo iemand zich op zijn nummer gezet voelt. Oké, nou. Toen ik daar was, is het leuk om even te vertellen, toen nam ik een keer het woord zonder wat te vragen. En mijn zoon zat naast mij. Ja. Hij stootte mij aan en zei, pa, je moet eerst eventjes aan het tafelhoofd, dat heet de werkmeester geloof ik, van de linker tafel, moet je eerst het woord vragen. Ik zei, sorry. Nou, dat is netjes. Ja. Ja. Goed, nou Kees Beker. Dat wil ik bijdragen. Dankjewel. Graag gedaan. En veel succes met
programma. Dankjewel. Tot de volgende keer, hè. Oké. Okay. Dag. 0800-1121. George Baker was dat op Radio 1. 0800-1121. Hendrik? Ja? Goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens. Over dat ritme omgooien. Ja. Ik zit zelf ook altijd in de nacht. Ja. En in de weekenden doe ik dan meestal op zaterdag ga ik gewoon één of twee keer een uurtje even slapen. En dan ga ik s'avonds me gewoon nachtrust pakken. En dan zit ik gewoon weer in mijn dag-nacht gewoon een ritme. Is het zo eenvoudig? Ja, ik heb er helemaal geen problemen mee. Nee, is het. Ik heb natuurlijk één nacht in de week dat ik een nachtritme moet hebben. Maar ik vind het altijd zo. Nou, zo rond 4:55 word ik altijd wel een beetje slaperig, hoor. Nee, daar heb ik geen problemen mee. Nou, dat is mooi. Nou, ik hoop dat hij het mee heeft gekregen. Ik hoop het ook voor hem. Want dan heeft hij een fijnere vakantie. Dankjewel dat je even belde, Hendrik. Geen dank. Doei, goeienacht. Hoi. Dag. Ruben. Ja, goeienacht, zuster. Hé, gelukkig. nog gefeliciteerd met die 200. Dankjewel. Weet jij het nog van vorige week? Ja, oh. Ik zal het herhalen. Ja, dank je. En ik zal nog een aanvullen ook. Want als die mevrouw officier van justitie was, dan zou ze gewoon net wat men zegt glad gaan. Oh. Ja, die mevrouw die beweert stellig dat de Syriëgangers moorden hebben gepleegd en dat ze terroristische daden hebben uitgevoerd. Nou, het probleem is. Allemaal ook, hè? Pardon? Allemaal. Ja, allemaal. Ja. Het probleem is dat wil je hen hier vervolgen, ja, dan zou dat bewezen moeten worden voor de rechter. En dat zou heel moeilijk gaan, omdat ook al zouden de Syriëgangers erkennen dat ze in Syrië zijn geweest en dat ze iets hebben gedaan wat niet mag, dan is dat nog geen volledig bewijs volgens het Nederlands strafprocesrecht. Want er zal naast de verklaring van de dader zelf of van de verdachte, zou er nog aanvullend of ondersteunend bewijs moeten zijn. En dat heeft de officier van justitie niet. Dat heeft die mevrouw niet. Dus de rechter die kan niet overtuigd worden van hetgene hem ten laste of haar ten laste wordt gelegd. Dus zal de rechter conform 358 moeten vrijspreken. Maar, ik bedoel, ik begrijp dat, maar stel dat het wel bewezen zou worden, dan zou het nog steeds, dan zou de straf niet zijn, we pakken je paspoort af. Nou, ook dat is een ander probleem, want de vorige week hadden wij het erover, het paspoort. Want er zijn twee dingen die men door elkaar haalt. Ja. Het paspoort en de nationaliteit. Dat was het enige wat ik onthouden had, Ruben, van het hele verhaal. Nou, en dat hij het paspoort zou lezen. Ja, dat had ik beloofd, ja, hè, maar ik heb hem nog niet uit. Nou, het paspoort, dat is een document. Om het heel makkelijk te stellen, in het paspoort staat er dat de minister van Buitenlandse Zaken namens haar majesteit, of zijn majesteit, de koningin, de koning, verzoekt aan de mogendheid aan wie het paspoort ter hand wordt gesteld om je als bevriende staat vrije doorgang te verlenen. En als het kan, jouw bijstand te verlenen. Dat staat in het paspoort. Het is een verzoek aan een bevriende staat. Nederland heeft nooit Syrië de oorlog verklaard. Mm. Dus is Syrië geen onbevriende staat. Dus als iemand met het paspoort zou gaan, dan zou die gewoon mogen reizen, formeel gezien. Yeah. Ja, het paspoort wordt ingetrokken en daar lopen nu ongeveer 10 zaken over bij de bestuursrechter om het paspoort in te trekken. Het paspoort is geen eigendom van u. Het paspoort is eigendom van de staat der Nederlanden. En de staat der Nederlanden kan haar eigendomsrecht uitoefenen als misbruik van het paspoort wordt gemaakt.
dan zou de staat dus mogen zeggen van, geef me mijn eigendom terug. Maar dat kan ze niet zomaar, dat kan ze wel middels een beschikking. Maar dat wordt aangevochten bij de rechter en zal de rechter uiteindelijk uitspraak over moeten doen. Je nationaliteit, dat is niet gekoppeld aan je paspoort. Als zodanig aan het paspoort. Want pak men jouw paspoort af, dan heb je nog steeds de Nederlandse nationaliteit. En heb je dus het daaraan verbonden kiesrecht. Je mag zelfs in het parlement, in de Tweede Kamer, gekozen worden. En je mag zelf ook de Tweede Kamer kiezen. Want je bent jouw nationaliteit niet kwijt. Kijk. En waarom mensen nu geen stateloos burger meer worden, is omdat Nederland een verdrag heeft getekend. Het verdrag is al in werking omdat het benodigde aantal landen zich hebben geconformeerd, geratificeerd, een net woord. En het verdrag zegt dat wij zullen streven om over de wereld zo min mogelijk stateloze burgers te laten rondlopen. Nou, en dat verdrag, dat verplicht Nederland om dus te zorgen dat mensen niet stateloos worden. In 1950 kon het heel anders gaan. En nu, in 2014, gedraagt Nederland zich als een nette verdragsrespecterende staat. Nou, ik ben wel blij dat je de moeite neemt om het gewoon nog een keer uit te leggen. Ja, nee, maar dat is het. En als u daarover nog vragen heeft. Maar ik had nog een andere. Ja. Het ging om de geneugten die Europa ons heeft verschaft. Want 112 is een oude richtlijn, ook uit het EU-verdrag. Of ja, van de Europese gemeenschap. En dat 112 moet zijn een gratis nummer. Het is een algemeen alarmnummer en als zodanig ook een noodnummer. En het moet technisch bereikbaar zijn. Dus ook al heb je geen simkaart in jouw toestel, dan nog kun je via de SOS-oproep het nummer bereiken. Ja. Nou, die meneer die was aangereden. Ja. En ik begreep dat de dader is doorgereden. Nee, de dader is... Ja. Ja. En dat de politie dus daarvan geen signalement had. Nee. Het is zo dat volgens... Ja? Nee, dat is niet het geval. Met de feiten daar weer. Nee hoor, nee, maar dat was niet het geval. Degene die meneer had aangereden, die stond daar gewoon. Alleen de politie zei van, nou ja, we gaan geen onderzoek doen. Tenminste, dat is hoe Erika het ervaren heeft. Nou, de politie, een onderzoek na een aanrijding gebeurt door de verkeersongevallendienst. Mm. Is een speciale afdeling bij de politie. En die maken een reconstructie en maken daarna een rapport op. Dat gebeurt vaak bij ongevallen met letsel of met dodelijke afloop. Ja? Yeah. Wat de politie, wat die meneer... Maar heel even Ruben, want voordat ik het vergeet. Ja. Maar wat gebeurt er dan met een ongeval zonder letsel of zonder dodelijke afloop? Maar waarbij alleen de fiets aan gort gereden is? Dan is er alleen materiële schade. Ja. En dat zou kunnen volstaan worden met het opmaken. Want dan maakt de politie een verbaal op. Maar dan is het alleen voor de verzekering te verkrijgen. Ja. Dus dan is het een onderlinge iets voor de verzekeringsmaatschappijen. Ja. Maar die meneer, die mag altijd, en ik weet niet of dat gebeurd is, die meneer mag altijd een beroep doen op het waarborgfonds motorvoertuigen. En tegen het waarborgfonds mag hij procederen als zijnde de dader die hem letsel heeft toegebracht. Huh? Ja. Maar als hij dat wil doen, dan zal hij, omdat het een ingewikkelde procedure is, zich moeten wenden tot een letselschadeadvocaat. Oké, ja, maar dit is een beetje, dit is een stapje verder alweer. Erika die verbaasde zich gewoon dat er een meneer werd aangereden en dat de dader gewoon weg mocht.
Nee, zij heeft gezien dat de dader weg mocht. Ja. Maar de politie heeft protocolair zijn signalement wel genoteerd. Misschien heeft ze de politie dat gevraagd. Ja, dat weet ik niet precies. Maar dat zal nee, het gewoon zijn. Nee, dat heeft de politie niet gevraagd. Maar de politie die noteert altijd de contacten die de politie heeft gehad. Nou, dat houden we dan maar. Ja, hij is altijd te traceren. Okay. En de vraag van de vlag is beantwoord. Ja. Er is een vlaggenprotocol. En die meneer heeft het wel volledig beantwoord. Ja, is ook zo. Nou, super Ruben. En, dat was het. Vergeet. En ik zou zeggen, vergeet u de crypto niet. Nee. Ik zal hem niet vergeten. Dankjewel, hè. Alsjeblieft, nachtzuster. Dag Ruben. Dag nachtzuster. Zlatko, goeienacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ik bel, ja, horen jullie me? Ja hoor. Ik bel in verband met dat jihadisten en paspoorten afnemen en nationaliteiten. Ja. Ik vind dat allemaal een beetje hypocriet eigenlijk, want er zijn een heleboel Nederlanders die hebben gediend in de vreemdelingenlegio, Legion d'Etranger. Nee, een heleboel Nederlandse staatsburgers die hebben in Joegoslavië gevochten als tuurlingen. Het was nooit sprake van eventjes paspoort afnemen, onderzoeken doen. Vreemdelingenlegioen is een eer eigenlijk in de meeste maatschappij om daar te dienen. Dan ben je een stoere jongen. Maar niemand onderzoekt wat heb je precies gedaan. Nee. Wat betreft afnemen van paspoort en nationaliteit is zeer mogelijk. Want ik weet als iemand in Nederland woont, 20 jaar woont. En dan blijkt, hij was betrokken in oorlog in Joegoslavië, bla bla. Hij is alles kwijt in één klap. Als justitie dat wil, dat is mogelijk. Dus ik ben niet mee eens met deze manier die nou vertelde. Paspoort kan afgepakt worden, maar nationaliteit niet. Dus mijn vraag is eigenlijk, waarom zijn wij zo bezig met deze moslimse jongens die daar vechten? Maar nooit bezig met, zeg maar jongens die zijn in de vreemdelingenlegioen geweest. Is ooit onderzoek gedaan. Ze hebben onder de Franse vlag gevochten. Echt. Ja, ja. Ver weg, ja. En niemand vraagt, waarom hebben ze dat gedaan? Wat hebben ze gedaan? Is dat strafbaar? Dus wij hebben twee dingen. Moslims en Joegoslavische oorlog. Er wordt extreem aangepakt. Maar er zijn zoveel oorlogen. Bijvoorbeeld, ik weet dat Nederlandse huurlingen vochten in 1974 massaal in Angola voor geld. Is daar ooit iets gebeurd? Heeft iemand ooit onderzocht? Wat deden ze daar? Begrijpt u ik ben een beetje woedend op hypocriete aanpak. Hè? Dus deze jongens hebben nog geen terroristische daden gepleegd hier. Dus wat is nou het verschil tussen iemand die in Syrië heeft gevochten en iemand die heeft voor de Franse vlag ergens in French Guayana gevochten? Ja, maar goed, het is een beetje een argument van ja, we gaan de inbreker geen straf geven, want er heeft vorige week ook iemand ingebroken en die heeft ook geen straf gekregen. Nee, dat is niet zo. Ik denk dat, dat is een prioriteit. Ik denk dat ergens wordt besloten, wij pakken Joegoslavië en Syrië aan, maar wij gaan eventjes niks over zeggen, bijvoorbeeld over de oorlog in weet ik veel, in Zuid-Afrika en Tjaar, waar onze jongens ook hebben gevochten, maar voor de geld. Ik denk dat alles moet gelijk aangepakt worden. Jij kan niet zeggen dat moord in Syrië is veel erger dan moord in de French Guayana, of weet ik wel waar. Nee, ja, ik begrijp wat je bedoelt, Zlatko. Ja, maar het is natuurlijk een beetje, waarom wordt dit aangepakt terwijl dat niet wordt aangepakt? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te beantwoorden. Maar als iemand daarover nog iets bij wil dragen, 0800-1121. Dankjewel hè, voor je telefoontje. Dag. 0800-1121. Dus this land is your land. Trini Lopez. Niels, goeienacht. Goedenavond. Hallo Niels, zeg het eens. Hallo, ik bel in verband met de vraag van Hans. Ja. Het gaat over wat een scheidsrechter doet in de rust en of er in het publiek wel eens een fluitje aanwezig is. Nou, ik trek meestal een droog shirt aan of ik drink wat. En je bent scheidsrechter, begrijp ik. Dat klopt. Kijk. Dat klopt.
Ik drink wat en soms zet ik maar schone sokken aan of dat soort dingen. Ja. Ik loop inderdaad vaak net zoveel als de middenvelder. Ja. Je moet van links voor naar rechts achter lopen. En daar ben je eigenlijk mee bezig. Soms zijn er wel situaties in de eerste helft waar je wat overleg mee hebt met de grensrechters. Maar meer doe je eigenlijk niet. Het terugkijken van videobeelden, dat doe ik soms na de wedstrijd. Maar dat is eigenlijk geen taak tijdens de wedstrijd. Ja. En hoe ga je om met al die kritiek? Want eigenlijk kun je het als scheidsrechter bijna nooit goed doen natuurlijk. Nee, dat klopt. Daar moet je eigenlijk het voetbal voor begrijpen. Want voetbal is natuurlijk een emotiesport. Ja. En het is een sport van de armoede. Als je eigenlijk als gezin weinig geld hebt, dan kan je altijd nog op voetbal. Het is gebaseerd op de armoede, zeg maar. Dat is vanuit de beginsel is dat de sport, zeg maar. Ja. En op het moment dat je dus dat allemaal gaat controleren met videobeelden en doellijntechnologie, dan neem je eigenlijk een heel stuk emotie weg. En die emotie, dat is juist het mooie van de voetbalsport. Ja. Ja, je moet een beetje dikke huid hebben af en toe voor kritiek. Maar ja, goed, dat weet je van tevoren. Ja. Je weet dat er leeghoofden tussen zitten. Je weet dat er mensen zijn die misschien wel eens een fluitje bij zich hebben. Ja, dat heb ik ook wel gehoord. Maar goed, we hebben het in Nederland zo geregeld dat er binnen de verenigingen eigenlijk afspraken zijn. Dat er stewards langs de kant staan die dat dus controleren. Oké. Okay. En dat gebeurt dus ook. En binnen het voetbal is het ook gewoon een eerakkoord dat je de scheidsrechters werk laat doen. En dat je dat met elkaar oplost. Ja. En nou hoor ik je het straks zeggen, en daar wou ik natuurlijk wel wat over zeggen. Je vond de slap protocol dat op het moment dat de Nederlandse vlag hangt, op een tijdstip dat het niet hoort. Ja. Dan vind ik eigenlijk dat je dus elkaar daarop moet aanspreken. Ja. En op het moment dat je dat dus niet doet, ja, dan neem je eigenlijk ook lak met zo'n afspraak. Maar het zijn allemaal herenakkoorden. Het zijn allemaal afspraken die je met elkaar in goede wil gemaakt hebt. En dan moet je dus ook op naleving doen. Ja, nou is de vraag, ik weet niet of Erika nou bij alle winkels in de winkelstraat in Hoogveen naar binnen moet gaan en zegt, jongen, halen jullie wel even je vlag binnen vannacht? Nee, precies. Maar ja, dat is choose your battles, zeg ik dan altijd maar. Maar, maar heel even voor mij, hè, want ik heb er natuurlijk helemaal niet zoveel verstand van. Maar je zegt, ik doe in de rust, vaak even een schoon shirt aan of schone sokken. Maar doen voetballers dat ook? Ja hoor. Gewoon omdat ze zoveel zweten tijdens al dat rennen. De 15 minuten is eigenlijk bedoeld om weer op te laden. Om je gedachten weer in de wedstrijd te zetten. Je moet daarin dus ook heel snel schakelen. Datgene wat in de eerste rust gebeurd is, daar heb je geen invloed meer op. Nee. En je moet je eigen weer opladen om de tweede wedstrijd weer volledig met nieuwe energie te kunnen beginnen. Ja. Ja, en een droog shirt daarin. En jezelf opladen met een kopje thee of een ander drankje, Dat doe je dan. En doen scheidsrechters, want voetballers die moeten natuurlijk heel veel trainen, maar is er ook een speciale scheidsrechterstraining dan? Of train je met de voetballers mee? Nou, het is heel veel. Je bent natuurlijk alleen, dus je moet heel veel zelf doen. Ja. Maar binnen de KNVB heb je wel je jaarlijkse conditietesten. Oh ja. Dus ja, je moet en daar moet je gewoon op doen. Ja. En moet je ook leren om te kunnen rennen en als je dan enigszins buiten adem bent, toch nog kunnen fluiten? Ja, dat je moet van een dusdanig niveau zijn en daar word je ook op beoordeeld. Er is een beoordelingssysteem waarbij je dus de betere scheidsrechters die stromen door naar een pool hoger. Ja. En de mindere scheidsrechters die vallen aan de onderkant af, zeg maar. Dus op het moment dat jij conditioneel niet meer bij kan komen, ja, dan zal je ook geen goede beoordeling krijgen. En dan zal je op een gegeven moment onderin komen. Ja. En zal je een verdieping lager gaan, ja. Dus je doet je jaarlijkse spelregeltoetsen en je conditietesten en je avonden woon je bij. Mm-hmm. En dat is ook op basis van vrijwilligheid en op basis van hoe breed wil jij je sport dragen. Maar zou jij een WK-wedstrijd durven fluiten? Absoluut. Ja? Ja hoor. Ja hoor. En waarom doe je het nog niet? Waar moet je nog aan werken dan? Nou, dat is meer het feit dat ik het niet altijd eens ben met hoe de KNVB het organiseert. Ik vind het namelijk veel te amateuristisch.
Ja. Maar ja, dat is mijn ding. Ja, ik vind dan, er zijn ook voetballanden, of er zijn landen die een scheidsrechter mogen leveren die helemaal geen voetballanden zijn. Dat vind ik dan zo gek. Ja, precies. Kijk, dat is natuurlijk omdat het met elkaar wordt afgesproken. Je probeert een bepaalde vorm van omkoping uit te sluiten. Mm. En ja, dan kom je weer op de emotiesport. Maar een scheidsrechter die moet eigenlijk op een voetstuk staan. Die moet het spel beoordelen, compleet zonder enig belang. Ja. En dat kan je alleen maar doen als je torenhoog, als iedereen dat accepteert. Ja. En helaas gebeurt dat niet. Nou, ik ben een stuk wijzer geworden over het scheidsrechterschap. Ik dank je hartelijk, Niels. Geen dank. En tot een volgende keer maar weer. Ik zeg nog een keertje dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden naar het inmiddels welbekende gratis nummer 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max. Belinda Carla, Circle in the Sand. Ik heb nog een cryptogram, Ruben. Sorry. Nee, iedere keer denk ik toch weer, nee, ga ik niet vergeten. En dan wordt het toch weer wat laat. Maar het maakt niet uit, want we hebben nog 52 minuten. Dus het gaat je lukken. De opgave van vannacht luidt als volgt. Zaak van de spin. Zaak van de spin. 9 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En ook die kun je doorgeven via 0800-1121. Meneer Engelsman. Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat over de 4 en de 8 ohm. Oh, hè, fijn. Nou, ga maar praten. Dan ga ik even iets voor mezelf doen. Oh. Ja, nou, ik ga dat toch niet begrijpen. Oh, is het niet ingewikkeld? Oké. Okay. Ohm is een kwestie van weerstand, elektrische weerstand. Mm. Hoeveel weerstand ondervindt een draadje de elektrische stroom? En als het 4 of 8 ohm, dan is het heel laag. En dat kan eigenlijk geen problemen opleveren, denk ik, omdat het allebei vrij laag is. Als je hoog zit, laagohmers aansluit op iets wat vraagt om een hoogohmige aansluiting, dan kan je misschien problemen krijgen. Gaat er misschien iets kapot in de versterker. Maar bij dat soort lage aantallen denk ik niet. Maar als het toch niet werkt, kan je daar nog een aanpassingje voor krijgen in een elektronica winkel. Ik wou ook nog even iets zeggen over dat paspoort verliezen. Waarom dat niet gebeurt in geval van vreemdelingenregio en zo. Daar weet ik niks van vreemdelingenregio. Maar ik weet wel dat Spanje-strijders die hebben gevochten tegen Franco voor de oorlog wel degelijk stateloos zijn gemaakt. En daar heel erg veel last van hebben gehad. Ja, dat vertelde die mevrouw inderdaad. Ja. Oh maar, ja, dat heb ik dan even gemist. Nee, maar dat is tegenwoordig blijkbaar anders. Sowieso omdat het natuurlijk Europees is tegenwoordig. Maar sowieso is het. Maar ik zit nog even met die ohm in mijn hoofd. Want in principe zou je dus speakers die voor 4 ohm zijn, zou je ook 8 ohm. En andersom, dat zou in principe. Maar waarom is het dan niet gewoon weinig ohm in plaats van dat er toch onderscheid wordt gemaakt tussen 4 en 8? Ja. Goeie vraag. Om het heel precies even te doen. Hele, mensen die dat soort zaken aangeven, die willen het graag precies hebben, denk ik. Maar kun je dan echt nog van 4 naar 8 ohm omzetten via een dingetje uit de elektronica winkel? Ja, je kan de weerstand altijd ietsje verhogen. Okay. Door een weerstand toe te voegen. Goed, ik snap het nog steeds niet, maar ik heb in ieder geval zelf een leuke voorstelling van in mijn hoofd gemaakt nu. Nou, je moet in ieder geval, stroom loopt door een draad en die kan weerstand ondervinden. Ja. Of niet. Ja. En als hij weinig over weerstand ondervindt, dan heb je zulke lage ohms als 4 of 8. En ik had vroeger bij mijn kleine kristalradiootje had ik wel ooms van 10.000 of zoiets. Dat was opeens iets heel anders. Oh ja, dan maakt het tussen 4 en 8 opeens niet zoveel meer uit natuurlijk. Precies, volgens mij.
mij maakt niet veel meer uit. Ik heb het ook in het verleden ook wel eens bij de hand gehad. Dat het mensen tegen me zeiden, ja, dat kun je rustig aansluiten. Ah, oké. Okay. Nou, ik vink hem gewoon af hoor. Want ik beschouw hem als beantwoord. En als Richard er anders over denkt, moet hij gewoon nog maar een keer bellen. Hartelijk dank, meneer Engelsman. Oké. Okay. Goedendag. Dag. Daan van der Pol, goeienacht. Ja, nou, jij bent de beroemde Astrid. Kijk, nou, van alle mensen die er zijn, ben ik Astrid. Ja, ja, Astrid. Ja. Ik hoor je wel eens op Radio 5 en op Radio 2 en zo. Ja, sorry. Ik dacht ook, want ik kwam toch slechts. Kijk, en dus gewoon welke zender je ook aanzet. Ja, jij bent het. Ja. Nee, maar welke, ik heb je in het verleden nog eens, nou ja, een paar maanden, dat gaat over die DAB-radio. Ja, DAB. Die digitale radio, en daar maken ze op Radio 1 regelmatig reclame van. Ja, overal op het moment, en, hè, ja. En nou heb ik denk, nou, zo'n ding wil ik ook wel hebben, want mijn radio hier in de slaapkamer, dat komt, die is 20, 25 jaar oud, dat gaat een beetje rente komen. Ja. Ik denk, dat is wel wat voor mij, want ik ben blind, en nou moet ik natuurlijk... Allemaal zoeken om Radio 1 te vinden, Radio 5, dan moet je zoeken natuurlijk, met je gewoon met draaien. Ja. Maar nou heb ik er eentje geïnformeerd, van dan moet je horen, dat is het blad van blinden. En daar stond het ook weer op, ook reclame erover, dat de FM eruit gaat en alles. En ik denk, nou, dat is wel wat voor mij, want dan hoef je niet meer te zoeken. Nee. Maar nou heb ik bij mijn leven zie waar ik altijd alles koop, zo'n beetje. Die is met zo'n ding gekomen. En ik heb iemand gesproken met de vakantie in de omgeving Ermelo. Die heb er ook eentje. Die doet het buiten wel. Oh. En binnen niet. En bij mij doet hij het helemaal niet. Als je hem ingesteld hebt op Radio 1, 2, 3, 4, 5. En dan met een knopje moet je dan andere BNR en al die toestanden zoeken. Ja. Maar het doet gewoon helemaal niks. En nou moet ik. Hij zegt, nou heb ik die leverancier heb ik teruggebeld. Ja. Ik zeg, nou, ik zeg, jullie zullen toch een andere brengen. Of, want ja, hij doet het niet. Maar ja, dat duurt wel weer een tijdje, want wij weten het zelf ook niet. Dat vind ik een beetje raar. Want als jij nou iets inkoopt, dan ga je er toch eerst teksten voor dat je minder uitverkoop doet. Nou. Je kunt natuurlijk niet altijd alles in de winkel testen. Ik bedoel, dan kom je als gemiddelde witgoedwinkel nergens anders meer aan toe. Ja, kijk, ze hebben hun niet verkopen natuurlijk een hele hoop dingen. Wasmachines en noem maar alles maar op. Ja. Ik heb hem al jaren en ik weet dat hij altijd goed is. Maar ik vind het alleen nog weer raar als je dan zo'n ding hebt waar ze reclame mee regelmatig op Radio 1 hoort. Hoor. Dan zeggen ze Digitaal Radio Plus. Nou, dat zal die DAB dan wel weten. Ja. Ja, nou ja, en daar misschien wil ik weten of er iemand is die mij daar even over kan inlichten of zo. Want ik wil zo'n ding wel hebben, want dan moet ik in dat bandje van de blinden stond dat je anders tot 2023 moet wachten. Nou, dan leg ik misschien al onder de grond of zo, weet ik wel. Nee, dat zou overdreven zijn. Maar Daan, wat ik niet zo goed begrijp is, je hebt een DAB Plus radio. Nou ja, ik heb hem teruggegeven. Hij brandt dat ding niet op. Want ik denk, nou, dat is toch. Maar hij heeft hem weer meegenomen. Want de radio die ze komen brengen, dan moet je betalen natuurlijk. Dat is logisch. Ja, ja. En hij deed het gewoon helemaal niet. Dan heb je mij teruggenomen. Nou schijnt het nog weer 4-5 maanden te duren volgens Unie. Oh? En ik ken iemand gesproken met de vakantie in de omgeving. Die deed het alleen buiten. Ja, dat heb ik gehoord net toen je het de eerste keer vertelde. Maar het is... Want ik heb hier over een balkonnetje, over een slaapkamer en je klein balkonnetje. Nou ja, maar dat doet gewoon helemaal... Nou ja, gaat natuurlijk niet midden in de nacht naar de radio leggen luisteren met als het denk ik nog 6 is, op een balkonnetje zitten met je radiootje. Nee. Want het is er eentje, want ik vroeg het nog, ik moet er niet eentje hebben op de kabel, want op de kabel heb je dan gewoon... Maar Daan, wacht even, als ik het nu goed heb, dan is het verhaal als volgt. Je hebt een digitale radio gekocht, had geen ontvangst, heb hem weer mee teruggegeven en nu komen ze over 5 maanden een nieuwe digitale radio brengen.
Ja, nou ja, dat duurt wel weer eventjes, maar ze komen er denk ik zelf ook niet uit. Ik weet het ook niet hoe het allemaal in. Ik vind het alleen nog een beetje raar, dat moet toch weten dat ze toch niet regelmatig op Radio 1 reclame gaan maken over die digitale radio. Nee, maar ik bedoel, als jij een stuk radio krijgt, dan kunnen wij er niks aan doen. Nou ja, nee, daar kennen jullie ook niks. Maar misschien is er wel iemand die ook luistert, die er wel meer van af weet of wat ook. Maar natuurlijk kan je er niks aan doen, want ik wil dat ik er een beetje meer van weten. Want als ik wat in mijn kop heb, wil ik het hebben. En dan moet het wel natuurlijk het doen. Maar moet je er niet gewoon naar een andere winkel? Want dit klinkt niet als... ik weet niet hoor. Misschien dat het vrienden zijn. Maar een winkel die je eerst iets kon brengen en dat het dan stuk is en dat ze dan 5 maanden later pas weer een andere kunnen leveren. Dan moet je toch gewoon naar een andere winkel. Ja, ik zeg, als het ding niet goed hebt, dan moet je toch gewoon een andere. Hij zegt, ja, die doen het ook niet. Oh, ja, wauw. En dan heb ik geïnformeerd, een kennis van mij, die heeft geen andere winkels toe en die hebben hem nog ineens. Ah. Er zijn nog een paar winkels hier in de Muiden, bedoel ik dan. Zijn er nog een paar winkels hier die zelfs bij de, je hebt ook een, ik heb ook de blinde, dat is de blinde hulpdienst voor blinde slechtziende mensen. Die heb je ook, weet je, oké, allerlei blindenstokken en allerlei dingen kopen. Ja, ja, ja. En die wisten er ook helemaal niks van. Ja, we hebben wel een digitaal radiootje, wat is de wereldomroep? Nou, daar heb je niks aan natuurlijk. Ik vind het een raar verhaal. Dus als mensen nu via DAB Plus luisteren, moeten ze het even laten weten via de chat of via de mail of even via 0800-1121. Dan checken we even of DAB Plus kapot is of niet, wat natuurlijk niet zo is. En dan kunnen die mensen meteen even vertellen waar zij hun radio gekocht hebben. Ja, misschien wel. Ja, want ik heb ik ben al bij jou. Ik krijg die computertoestanden niet omdat ik er niet, want mijn werk is heel anders geweest altijd vroeger, toen ik nog niet blind was. Dus ik moet het allemaal met de telefoon moeten doen allemaal tegenwoordig. Als je 76 bent, heb ik computerles gehad en dan kon ik gewijzigd worden. Ik werd het zenuwachtig, toen ben ik er maar mee gestopt. Maar Daan, want het is, ik begrijp dat het allemaal wel ingewikkeld is, maar... Het heeft allemaal zo weinig te maken met dat die radio het gewoon niet doet. Ja, dat vind ik raar, want je gaat toch geen iets in een reclame doen op de radio. Het kan toch niet zo zijn dat als die winkel jou geen digitale radio kan leveren die het doet, dat we daaruit de conclusie trekken dat de hele digitale radio het niet doet? Nee, dat moet wel, want ik vind het allemaal een beetje raar, omwegen. Ik heb een maatje van me, hij zegt ik ga hem nog even meer, die hebben verschillende winkels gekomen. Dan weten ze wel digitaal, dat was voor de televisie, nou, dat is al een paar jaar. Nee, dit schiet allemaal niet op. Daan? Dan moeten ze naar Daan, radio luisteren. Daan? Ja, ja. Daan? Ja? Ja? Zeg het maar. Heb ik je aandacht? Ja, natuurlijk. Daan, luister. Daan, luister. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja, nou, ik luister toch. Ja? Luister, Daan. Je blijft even aan de telefoon. Ik verbind je even door met de redactie van het Radio 1-journaal. Die noteren even jouw naam en je adres. En dan stuur ik jou een digitale radio. Stuur jij dan een digitale radio? Ja. Ja, maar dan moet hij het wel doen natuurlijk, want als hij het niet doet, dan heeft hij nog niks aan. Dan moet ik wel weten dat hij het doet. Hoe regelen we dat nou? Er moet er iemand komen met zo'n ding hier, om dat ding dan voor me in te programmeren, want je hoeft dan niet meer te zoeken. Ja. Ik neem aan dat het zo moet. En als hij het dan niet doet, dan moet dat ding weer teruggestuurd worden en al die toestanden meer. Ja. Ja, misschien moeten we het dan maar niet doen. Ik weet het. Hij zei, ja, dit is allemaal beton. Ik zeg, als je de schuifpui open doet, zeg ik dan... dan moet hij... Dus ik trok die schuifpui nog open, want het is voor me in de slaapkamer. Ja, begrijp ik, als je de schuifpui... Hij deed gewoon helemaal niks. Hij geeft geen signalen, zegt hij. Nou ja, als hij geen signalen geeft, dan doet hij het gewoon niet.
Nou ja, misschien dat de mensen luisteren die je wel doet, die er misschien maar een inlichting kunnen geven op een of andere manier. Ja. Nou, het is misschien wel een idee dat als ik je dan een digitale radio stuur, dat ik je er een stuur die het doet. Ja, die moet. Ja, dat wil ik op zich. Weet je, als ik er dan een aanschaf, dan wil ik op zich wel vragen of ze er dan misschien een hebben die het doet. Ja, dat scheelt al. Ik heb wel gehoord dat die heel goed duidelijk is. Van ja, krijg ik dit. Als die het doet, dan is die heel goed. Nou goed, Daan, we kunnen er lang of kort over praten. Daan, jouw huis woont in IJmuiden, hè? Ja, ik woon hier in IJmuiden. Jij woont in IJmuiden. Nou, blijf hangen. Geef eventjes aan Frederik of aan, ik weet even niet wie er zo dienst heeft. Maar geef eventjes je gegevens door. En dan moeten, we hebben nu nog 38 minuten. Is er iemand die in IJmuiden even die radio wil programmeren voor de ontzettend dankbare Daan, dan regelen we dat je en die radio helemaal gratis en voor niks van mij krijgt en dat iemand dan in IJmuiden hopelijk eventjes dat allemaal instelt dat je Radio 1 kunt luisteren in ieder geval. Ja, want ik vooral... Daan, zeg nou gewoon ja leuk in plaats van dat je meteen weer maar zegt. Ik vind het heel ondankbaar. Nee, maar ik zeg dat Radio 5, dat is een hele belangrijke, dat is de mooiste zender die... Nou, misschien dat we die er dan ook op kunnen programmeren, maar dat gaat wel ver. Ja, goed. Als het dan moet, hè. Ja, nou, eventueel. Nou, ik ben benieuwd of ik iemand zo ver krijg om voor jou even dat ding te programmeren. Ik weet het niet, hoor, maar ik zeg 0800-1121. Maar ik heb er geen één. Daan! Ik heb dat ding niet, ja. Ja, nou ja, schrijf maar uit, want er kunnen toch gewijzigd worden. Zo. Nee, die is ook. Ja. Nou, misschien luistert er iemand. Misschien luistert er iemand, dat zou altijd fijn zijn. Goed, Daan, blijf hangen, ik regel het voor je. 0800-1121, als je in IJmuiden woont en eventjes een half uurtje wilt doneren om dit te regelen, dan zorg ik dat die radio er komt. 0800-1121. Ineke, ben je er nog? Oh ja, goedemorgen, Ineke, ja. Goedemorgen, Ineke. Zeg het eens. Oh ja, ik was met die man aan het luisteren, met die digitale... Jij was met je digitale radio naar die man aan het luisteren? Ja, oh, ik vond het best wel erg, want ik luister liefst naar zo'n transistorradiootje, weet je wel, en al die... Maar dat was mijn vraag, niet mijn vraag is over het woord lofuiting, hè? Ja. En dat schrijf je dus, je zegt lofuitingen, maar je schrijft loftuitingen. Ja, dat is gek, hè? En ik vraag me af waar die T vandaan komt. Want in het Engels heb je bijvoorbeeld heel veel letters die je moet schrijven die je helemaal niet hoort. Mm-hmm, zoals de K in I know. In het Nederlands niet. Ja. Ja, of do met GHT en al die. Oh ja. In het Nederlands, maar die T waar die vandaan komt. Ja. Want het is inderdaad is het loftuitingen in plaats van lofuitingen, ja. Nou, ja, loftuitingen of loftuitingen. Nee, volgens mij is loftuitingen. Maar een loft is geen woord. Nou, een loft is wel een woord, maar het klopt niet helemaal in de combinatie met wat een loftuiting betekent. Ja, precies, ja. Dus. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Dat is wat laatst, ja. Ja. Ik ben benieuwd of iemand er ook problemen mee heeft of het vreemd vindt, weet je wel. Van, ja. Nou, ik... Oké, bedankt. Graag gedaan. 0800-1121, waar komt de T in loftuitingen vandaan? En dan de eerste T, niet de tweede, die begrijpen we. Dankjewel, Ineke. Oké, bedankt. Dag. 0800-1121. Erik. Ja, goedendag met Erik. Goedendag, Erik. Goedendag. Ik had een vraag. Ja. Zo snel was er ook weer zo'n nationale IQ-test. Ja. Was er geloof ik op televisie. Ja. Maar aan de hand van die IQ-test wordt eigenlijk bepaald hoe slim iemand is. Mm-hmm. Maar nou vraag ik me af of dat wel zo slim is. Of we eigenlijk want wel slim zijn om een IQ-test als slim te beschouwen. Ja, want bij een IQ-test wordt niet gevraagd of je een schilderij kan maken. Of wordt niet gevraagd of jij technisch bent. Of wordt niet gevraagd of jij talen goed kent. Nee. Wordt eigenlijk alleen gevraagd of jij logisch kan nadenken. Dus eigenlijk die 20-30% van de mensen die dan goed logisch na kunnen denken,
die zouden dan als slim betiteld worden, terwijl er geen andere capaciteiten worden gevraagd om slim te zijn. Nee, maar als je een mooie schilderij kunt maken, dan ben je weer creatief. En als je heel technisch bent, dan ben je handig. Maar als je logisch kunt nadenken, ben je slim. Ben je dommer als iemand die logisch na kan denken? Ja. Ja, nou, dat vind ik knap. Nee, maar het wil niet zeggen dat je dan minder waardevol bent. Nee, niet waar. Nee, wij zeggen, als je een IQ van 160 hebt, ben je slim. Ja. Maar dan vraag ik me af of dat wel zo slim is. Ja. Nou ja, is het slim om een IQ-test als maatstaf te nemen wat betreft de slimheid van mensen? Ja. 0800-1121. Ik ben bang wel dat het dan... Ja. Nee, ik denk van niet. Oké. Want het zou betekenen dat ongeveer maar 30% van de mensen kans hebt om slim te zijn. Want het is niet gezegd dat een... Ja, maar het is niet... Het is niet een eerlijkheidsprincipe dat we er uiteindelijk naar streven dat 100% van de Nederlanders heel slim is. Nee, maar wij gaan wel ons hele leven erop aan hangen. Want mensen die dom zijn, die worden als dom bestempeld. Yeah. En die komen dan voor een heleboel functies of dingen niet meer in aanmerking. Kijk, hetzelfde op school. Bij wat zulke dingen. Zoals een CITO-toets. Dat heeft allemaal mee te maken of jij op een hoger niveau door kan gaan leren. Dus daar begint het al mee. Nee, maar dat is toch precies de clue. Want als jij de CITO-toets niet goed maakt, dan is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te voorspellen dat je ook je huiswerk op het atheneum niet zo goed zult maken. Ja, en toch ken ik een heleboel mensen, denk ik, die hun school niet afgemaakt hebben en die toch een miljoen op hun bankrekening hebben staan. Ja, maar dat heeft toch niks met slim en dom te maken? Nee, dat niet. Maar wij bestempelen wel ons hele leven eraan van of iemand dom of slim is door te zeggen van of je IQ-test goed of niet goed maakt. Maar ik denk dat een heleboel mensen die bijvoorbeeld heel brutaal zijn, dat die op een bepaalde manier slimmer kunnen zijn of handiger kunnen zijn dan mensen die een hele goede IQ-test kunnen maken. Dus wij beoordelen dan op dat moment de mensen verkeerd door ze een IQ-test te laten maken. Nee, maar als je gaat beoordelen dat mensen slim zijn die iets goed kunnen, dan is eigenlijk iedereen slim. Dus dan heeft het helemaal geen zin meer om te besluiten wie er slim is of niet. Want dan kunnen we gewoon besluiten hierbij dat iedereen slim is. Juist, heel goed. Dus wie bedenkt dat? Wie bedenkt dat? Dat bedenken alleen de mensen die een goede IQ-test zelf maken. Ja, die slimme. Maar want die willen dat in stand houden, denk ik. Die willen graag de slimste zijn. Maar oké, de mensen kunnen reageren als ze er anders over denken. 0800-1121. Ik ben benieuwd hoor, Erik. Ja, ik ook. Ik weet niet of dit volle zalen gaat trekken. Maar we kunnen het allicht natuurlijk proberen. Zeg, hoe was jouw IQ of hoe was jouw CITO-toets? Nou ja, daarvoor kom ik erop natuurlijk. Ik was in militaire dienst. Dat is natuurlijk alweer een paar jaartjes geleden. Ja. Maar toen had ik een wonderbaarlijk goede IQ-test gemaakt. Ach. Maar ja, als je mij dus naar een universiteit zou sturen, zou het niks worden. Want mijn Engels en mijn Frans is gewoon 0,0. Nee, maar het is niet zo dat... Maar mensen die een IQ-test, die daar goed op scoren, die willen niet... Dat betekent niet dat ze alles al goed kunnen. Dat betekent dat ze in potentie... Nee, maar die vrouw die die test aan mij doorgaf, die zei wel... Zo, je hebt toch wel minimaal het VWO gedaan, denk ik. Oh. Nou, dat was niet zo. Dus zo wordt het toch gedacht. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat er nog iemand belt. 0800-1121. Dankjewel, Erik. Oké, prima. Doei. Tieneke. Hallo. De ingewikkelde materie is dat die IQ-quotient en zo. Ja. Vind ik. Is ook zo. Daar kan je uren over bomen. Nou. Ja, toch wel. Oh. Het gaat over vaardigheid en... wat je er allemaal mee doet en wat in potentie aanwezig is. Nou ja, het gaat vooral om de definitie van slim. Wat is je definitie van slim? Precies. Ja, dat kan ook weer verschillend zijn. Is ook zo. Maar daar ging het niet over, hè? Oh. Het ging er wel over, maar waar belde je over, Tieneke? Ik belde over het crypto. Ik was het al je bijna vergeten. Oh ja. Zaak van de spin. 9 letters.
Een webwinkel, dacht ik. Nou, en dat klopt helemaal. Het moet altijd ook een beetje actueel zijn. En de afgelopen week was in het nieuws dat er steeds meer mensen via internet in een webwinkel iets gaan kopen. En het is 9 letters, dus wat wil je nog meer? Ik dus niet, want ik ben digibet, maar goed. Echt waar? Nou ja, maar dat maakt niet uit. Je hebt evengoed een prijs gewonnen. Nou, is dat niet leuk? Ja, nou, dat weten we niet, maar, want ik ga nog aan de kast schudden en kijken wat eruit valt. Maar waar woon je, Tineke Hartman? Ik woon in Zandvoort. Zandvoort. Ik stuur een prijsje op naar Zandvoort en dan wens ik daar heel veel plezier mee. En ik dank je voor het doorgeven van de goede oplossing van het cryptogram webwinkel. Dankjewel, hè. Goeienacht nog of goeiedag. Okay. Dag Tineke. Ja, oké. Dag. Dag. Meneer Van Ende. Hallo. Joop? Sorry, was een grapje. Meneer Van Ende. Ja, goedemorgen, met Rob van Ende. Dag, goedemorgen, met Astrid. Zeg het eens. Ik vind het best wel slim als je dat weet. Als je digibet bent en je weet dat het een webwinkel is. Ja, dat je überhaupt weet van het bestaan van webwinkels terwijl je digibet bent. Dat is, dan heb je opgelet. Ja. Ja, daarom. Dus eigenlijk is iedereen wel slim op zijn manier. Is ook zo. Maar dan over het over de DAB, ja. DAB Plus. Ja. Ja, dat is omdat het zo nieuw is eigenlijk nog. Hmm. Iedereen die vergeet het eigenlijk om hem te laten scannen. Dus dat alle zenders erin komen. En ik denk dat bij meneer een probleem was. En ik woon dan wel niet in IJmuiden of waar was het. Ja. Maar ik denk dat hij dat gewoon maar eens de handleiding moet gaan lezen. Ja, dat kan niet, want hij is blind. Oh ja, dat is waar. Dat was een beetje het probleem, ja. Dat is het probleem, ja. Ja. Nee, daarom. En om dan natuurlijk een radio te moeten scannen, daar komt nog wel wat voor kijken. Scannen bedoel je het inprogrammeren van de zenders? Nou, dat gaat eigenlijk helemaal automatisch. Maar je moet wat handelingen doen om dat te regelen. En ik denk dat het probleem was. Oh, oké. Okay. En okay. Het is eigenlijk heel simpel en dan werkt het zeker radio 1, 2, 3, 4 en 5. Die doen het eigenlijk altijd. Mm-hmm. Of ze moeten bezig zijn. Ja. Maar de rest van de zenders die willen nog wel eens wat lastiger zijn. Maar dat is maar net waar je woont, denk ik. Maar het scannen van de zenders, dus dat gaat helemaal automatisch. Je hoeft er niks aan te doen. Je hoeft alleen maar een paar handelingen moet je invoeren. Op de afstandsbediening vaak. En dan komen alle zenders die er te ontvangen zijn, die komen er automatisch in. En dan kun je ze nog voorprogrammeren op waar je ze wil hebben. Op knopje 1, 2, 3, 4 of 5. Mm-hmm. Het is eigenlijk heel simpel, hè? Nou ja, dat zou je bijna denken. Maar ja, het is in ieder geval in dit geval niet gelukt. Nee. Dus misschien moet hij eens iemand in zijn buurt, ja, die niet blind is, de gebruiksaanwijzing laten lezen. Ja. Ja. Dat denk ik. Ja. En dan, maar om nou 5 maanden te wachten voor een nieuwe, dat vind ik dan ook weer wat. Ja, dat moet toch ook niet gekker worden? Dat kan toch niet? Nee. Ja, ik weet niet wat voor winkel dat is. Nee, nou dat vraag ik me nu ook danig af. Maar dat allemaal terzijde. We zoeken dus iemand. Een nieuwe? Nee, we zoeken iemand in IJmuiden die zo vriendelijk wil zijn om voor deze meneer de radio in te stellen. Dat zoeken we. En ik bedoel dan. Ik kom niet in IJmuiden zo elke dag. Dus anders had ik het wel voor die meneer gedaan. Ja, maar er moet toch iemand. Ik bedoel, er moet toch iemand zijn die luistert in IJmuiden? Of in ieder geval in de buurt. Ik denk het wel. Ja, of het kan ook zijn dat het bereik in IJmuiden bijzonder slecht is in vergelijking met de rest van het land. Maar dan merken we dat ook. En dat ze allemaal met DAB Plus luisteren. En dat het bereik heel slecht is. Ja, die doet het niet. Nee, omdat hij niet gescand is. Nee. Nou, als iemand de moeite wil nemen, 0800-1121. Of even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. En dan gaan we eens even kijken of we het nog voor elkaar kunnen boksen. Ja, dan heb ik nog drijfzand. Oh, heb je drijfzand in de achtertuin? Nee, niet meer. Oh. Vroeger wel. Echt? Maar drijfzand is eigenlijk niets meer dan zand of grond met veel water. Oh. Een soort moeras eigenlijk. Ja, moerasland. Ja, door dat water, hè. Ja, dan als je water, als moet iedereen maar eens proberen. Mm. Dan neem je zand. Ja. Doe je met de helft met
een emmer doe je er voor de helft met zand. En dan druk je met je duim erin. Nou, dan kom je niet tot de bodem. Maar als je dan vervolgens die emmer vult met water, dan kan je zo je duim tot aan de bodem drukken. Als je zou willen. Als je zou willen. Ja. Dus, en als je dat, zeg maar bijvoorbeeld, 1,5 meter diep hebt. Mm-hmm. En je bent 1,80 meter. Ja. En je gaat daar overheen lopen. Ja. Dan heb je kans dat je nog net met je neus boven het drijfzand uitsteekt. Mm-hmm. En wat je dan niet moet doen... Is bewegen. Is bijvoorbeeld... Nee, wat je niet moet doen is iemand te uittrekken door een touw aan zijn nek te binden. Ja. En dan omhoog trekken, want dat drijfzand dat zuigt. Ja. Dus dan trek je iemand zijn hoofd eraf. Dat is nooit goed. Ik heb er niet veel verstand van, maar dat is niet goed. Maar hoe krijgen we die persoon wel uit het drijfzand, vraag ik nu even. Die niet echt bestaande, maar wel in een verschrikkelijk penibele situatie zittende persoon uit het drijfzand. Nog meer water erbij. Oh. Dus dan wordt het nog meer, nog losser. Ja. En dan krijg je weer zo iemand eruit. Kijk. Ik ben blij dat ik het weet. Maar dat is al, zeg maar, als je tot je middel vastzit, hè. Ja. Dus ga niet met een touw om iemand heen en dan uitproberen te trekken. Want dat gaat niet lukken. Nee. Nou, dat gaan we onthouden. Dat gevaarlijk zijn. En dat is ook bij dieren zo, veel dieren die vastzitten. Ja, ja. Dat kan best gevaarlijk zijn. Ja. Dus ja, goed onthouden. Ja. Denk ik. Nou, dankjewel Rob. Eigenlijk best wel veel om te onthouden, toch? Zo, ja, nee, dag. Maar dit vergeet ik niet. Kijk, ik onthoud nooit iets. Aan het einde van de uitzending dan is het bij mij allemaal weer weg. Maar dit met dat touw in het drijfstand onthoud ik. Dankjewel Rob. Oké, graag gedaan. Goeienacht, hè. Nou, Rob. Wat? Ochtend. Oh ja, goeie ochtend nog. Ja, ik verstond je niet goed, want Martha Reeves en de Vandella zaten er heel hard doorheen. Ja, met Quicksand. Goeiedag, dat is beter. Oké, goeiedag Rob. Oké. Dag. 0800-1121. Marijke. Dag. Ik bedoel, goedemorgen. Goedemorgen, Marijke. De vogeltjes die schreeuwen echt. Ze hebben er zo zin in. De vogeltjes, het is zomer! Tweet, het is zomer! Het is fucking zomer. Goed, ik begrijp het. Tineke Hartman, die had je net aan de telefoon. Ja, dat weet ik. Die in Zandvoort, ja, oké. Die had dit vast ook wel geweten. Of, ik sta er maar straks naar. Lofstuiting, denk ik. Ja. Dat loftuiting, dat je met toeters gewoon lof en dan tuiten, toeter met trompetten en zo. Dat zal het zijn. Ja. Loftoeteren. Ik heb het helemaal zelf bedacht. Dus ik denk dat Tineke in Zandvoort het er mee eens is. Oh. Ik heb niks niet opgezocht. Ik zit me te genieten. Nu versta ik er niks meer van, Marijke, want je moet niet vergeten te articuleren. Oké, alsjeblieft. Goeiedag. Dag. 0800-1121 is het nummer dat je kunt gebruiken voor vragen en antwoorden. Sjors. Hallo Sjors, ben je er nog? Nee. Ik wou even iets vertellen over die DAP Radio. Ah, mooi. DAP Radio is op zich al sinds 1993 is dat eigenlijk al ingevoerd. En vooral in de Anglo-Saxische landen werkt men daar heel veel mee. En sinds kort, dat was trouwens de publieke omroep deed dat. De commerciële omroepen deden niet mee. Mm-hmm. Maar nu, sinds 2013, werkt men nu op een verbeterd systeem. DAP Plus, dat is nu echt precies weer ingevoerd. Ja. En dat wordt nu, of dat is nu, langzamerhand over het hele land is dat verspreid. Nu is het zo dat DAP Radio in principe op dezelfde manier werkt als de FM. Dat gaat gewoon door de ether. Dus er zit gewoon een antenne aan.
En vroeger, als je namelijk een FM-radio had, dan moest je vaak op het dak een antenne neerzetten om goede ontvangst te hebben. Ja. Nou, tegenwoordig hebben ze daar, die FM-zenders zijn zo goed uitgebreid dat je overal goede ontvangst hebt. Mm-hmm. Nou, dat is namelijk bij DAB Plus Radio is dat nog niet volledig. Daar zijn ze nog mee bezig om dat overal steunzenders te zetten. Bij FM-zenders is het zo dat je daar, als je in een ander gebied komt, moet je een andere frequentie hebben. Ja, omdat die elkaar in de weg zitten. Ja. Met DAB Plus Radio helpen de zenders elkaar, die ondersteunen elkaar. Ah. Dus je hebt eigenlijk een hoofdzender en dan kun je steunzenders hebben en die ondersteunen dat. Ja. Nou, DAB Radio, die zendt ook, die geeft het niet in één stroom meer. Ja, waarbij je storingen kunt krijgen. Maar een DAB-radio heb je cd-kwaliteit. Maar die doet het in pakketjes. En als je namelijk de ontvangst niet helemaal goed is, dan wil het soms wel eens gebeuren dat hij wat stokt. Dat je even een seconde iets niet hoort. Ja. Ja? Ja. Heel typisch. Maar als je wat hoort, is het van hoge kwaliteit. Nou, die meneer in IJmuiden, die kan in ieder geval, die zou in ieder geval kunnen proberen om zijn antenne eens even met een draadje wat te verlengen naar buiten toe. En dat hij dan beter ontvangst heeft. Oké. Okay. Dat is het eerste punt. Ja. En die man is, hij is, volgens mij is hij blind, hè? Hij. Ja, ja. En nu is hij in, dan moet je goed dit weten. Op de FM-radio, daar kies je namelijk de zenders op basis van frequentie. Ja. Dan moet je dus door die hele frequentielijst lopen. Bij de DAB-radio, die herkent namelijk welke zenders in dit gebied actief zijn. Ja. En die zet hij namelijk op een schermpje met de naam van de zender. Dat is handig. Ja? Ja. Goed. Maar voor blinden, die kunnen dat niet zien. Mm. En nu is er namelijk de radiowinkel in Den Haag. Yeah. Die heeft een oplossing daarvoor. Met een USB-stick. En daar staan namelijk al die zenders op. En die worden namelijk, als je die gaat kiezen, worden ze ook uitgesproken. Ah ja. En dat zou een hele mooie oplossing voor hem zijn. Ja. Kijk, dat is nog eens een goede tip. Maar goed, dan moeten eerst die zenders wel goed te ontvangen zijn. Ja, die zenders die zijn over het algemeen zijn ze heel goed te ontvangen. Ik heb zelf ook een DAB-radio. Hmm. En onderweg bijvoorbeeld in de trein is het gewoon heel goed te ontvangen. Buiten is het heel goed te ontvangen. Soms heb je binnen wat minder goede ontvangst. Hmm. Maar je kunt het gewoon oplossen door de antenne gewoon te verlengen, ja, met een draadje. Ja. En naar buiten toe. Dan heb je waarschijnlijk een hele goede ontvangst. Kijk. Maar we moeten gewoon nog even wachten op dat het overal echt goed uitgekristalliseerd is. En dat er overal goede ontvangst is. Maar is dat dan die 5 maanden? Dat denk ik wel. Ja. Want er is er nog een heel programma dit jaar om de zenders gewoon te verbeteren en te versterken. Kijk, als je de DAB-radio is ervoor bedoeld om straks de FM te vervangen. Ja. En waar luister je namelijk naar een radio of een DAB-radio? Dat is met name op de camping of in de auto en dat soort dingen. Kijk, in een auto, daar heb je bijvoorbeeld gewoon een buitenantenne. Ja. Ja, en dan heb je gewoon, over het algemeen heb je een goede ontvangst. Goed. Nou ja, als ik het goed begrijp, moet ik dus nu een digitale radio aanschaffen voor Daan. En een USB-stick die de zenders uitspreekt. En een extra touwtje om de ontvangst te verbeteren. Nou, bijvoorbeeld, ja. Daar gaat mijn salaris. Je bijvoorbeeld eens, je kunt het wel op internet opzoeken. De radiowinkel, dat is een webwinkel in Den Haag. En die heeft een hele serie DAB Plus radio's. Want de DAB Plus radio's, de normale vakhandel, die heeft het over het algemeen nog niet. Oh, maar wij hebben ze hier bij de publieke omroep, want we willen graag dat mensen naar DAB Plus gaan luisteren. Dus we geven ze zelfs al een weg af en toe. Ja. Dus ik ga eens even kijken of ik hier. Nou, dat zal wel niet lukken. Maar goed, er moet er toch ergens eentje aan te schaffen zijn. Goed, nou dankjewel, Sjors. Maar het is wel een hele leuke ontwikkeling die eraan komt.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ik hoop maar dat iedereen gewoon naar Radio 1 gaat luisteren in plaats van Radio De Groene Kikker. Nou, bijvoorbeeld, en ook ja, naar jouw programma, hè? Dat is Radio 1. Ja, dat hoop ik ook. Goed, Sjors, hartelijk dank voor de uitleg. Oké, dag. Dag, goeie vrijdag. Wim. Hallo. Heb ik nog iemand aan de telefoon? Nee? Hallo. Hallo, met wie? Met Hans. Dag Hans. Ben ik in de uitzending? Jazeker. Wat een kletskoek net. Kijk, alle mensen hebben het goed. Je kijkt even zaterdag op de voorpagina van de Volkskrant, daar heb ik de antwoorden al gezet. Het gaat om het volgende. Je hebt afgelopen radio, zaterdag alle radio, antwoorden al op de voorpagina van de Volkskrant gezet? Dat klopt. Met pen. Advertentie, maar daar gaat het even niet om. Dat is een kleinigheid van hoogbegaafde, want ik heb een IQ van 176. Zo. Ik heb met 16 jaar Mensa aan Nederland opgericht. Samen met mijn tweelingzus Leni en Carrie Horg. U kunt een thuistestje doen. Ja. Dat doet u www.mensa.nl met een S. Ja. Dan, als u dat goed doet en u bent een IQ van boven de 150, mag u lid worden van mijn Mensa. Ja. Dan krijgt u een gratis thuistest. Dat vult u in. Wat meer hokjes, vraagjes, bobbeltjes. 2 keer 3 is 6. Een priemgetal is 1 priemgetal, even is 2. En als je die antwoorden weet, dat weet iedereen die voor 1960 geboren is. Na 1960 weet niemand dat. Dat was namelijk de Mammoetwet. Ik ben professor, dokter Anders, meester, ingenieur. En ik heb in China gestudeerd. Daar hebben ze 2000 jaar cultuur voor ons. Toen was Nederland, Europa bestond nog niet. Toen bestond China al. U begrijpt, wij wonen 2000 jaar achter. En ik ben hoogbegaafd, dus ik ben een Chinees. En veel beter, omdat ik hoogbegaafd ben. Tuurlijk. Ik heb 3000 jaar voorsprong op iedereen. De scheidsrechter. Nee, is dat het domme radiootje? De DAP radio, die kun je weggooien. U kunt gewoon een radiootje kopen met een antennetje, met een batterijtje en een snoertje voor 2 tientjes bij de kijkshop. Die doet het overal. De meneer die de radio, die geen ontvangst heeft, die blind is. Ik heb vanmorgen nog, gisteren nog geschaakt in Leek met iemand die blind is. Ja. Het is heel eenvoudig. Die meneer heeft dubbel blind zijn. Ja? Die meneer is geïsoleerd. Kijk, en daar gaat dat radiootje niet. Hij moet het raam openzetten, dan doet hij het. Dat is één. Echt niks draadjes naar buiten. Drijfzand moet je uiteraard wel een touw eromheen doen, want anders verzuipt hij. Kijk, ik ben burgemeester geweest van Schiermonnikoog. Ik weet alles van drijfzand, jammer genoeg. Ik heb een kind zien verzuipen, maar die heb ik met een paard uit laten trekken met een touwtje erom. Oh. Dat is toch logisch? Oh. Kijk, als je niks doet, verzuip je. Doe je een touwtje erom, verzuip je niet. Dan trek je hem eruit. Dat is de enige oplossing. Goed. Die scheidsrechten hebben het allemaal goed. Behalve één dingetje. Ze moeten wel opletten. Ik was met 16 jaar de allerjongste topscheidsrechter van Nederland. Ik had allemaal tienen in Utrecht. 16, ja. Dat heeft in alle kranten gestaan. Utrecht Nieuwsblad. Maar ja, de krant van vandaag ligt nog wat te play. Nou, Hans, nou, ik vind het meer dan genoeg zo. Dank je wel. Dag hoor. Dag. Zo, dat is in ieder geval snel afgerond. Ad, goeie vrijdag. Hallo. Hallo, zeg het eens. Goedemorgen. De DAP-radio, ik heb recent vers van de pers een test van een aantal DAP-radio's. Ja. Die meneer Jos toen straks helemaal 100% mee eens. Ah. Ontvangst heeft het ook mee te maken. Het is niet helemaal optimaal. Het heeft ook nog zijn tijd nodig. Maar ik heb wel een recente test, dus ik kan jullie daar eventueel mee van dienst zijn als jullie dat willen. Een aantal radio's hebben ze getest en die kwamen er niet geweldig uit. Dus daar zou het probleem ook in kunnen liggen. Oh ja. Dus ik zou via jullie, als ik jullie, als ik jullie een e-mail stuur, en dan zou ik eventueel een testje kunnen sturen of wat gegevens kunnen doorspelen naar jullie. Ja, maar dat is leuk, maar dan weet ik het. Maar dan weten al die mensen die nu zitten te luisteren en denken, hoe zit het, weten het nog niet. Nee, maar ik ging even uit van die meneer. Kijk, dat die meneer een goede moet krijgen, ja. En dat hij even moet kijken of het niet gewoon de verkeerde was die hij had. Helpen, maar ja. Wat zeg je? Nee, ik begrijp wat je bedoelt, ja. Hè? Ik zou die meneer graag willen helpen, maar ik woon in Brabant en om daar helemaal aan Muiden. En ik kom er ook niet. Ik kom wel in Apkoude, maar dat is nog niet op de helft. Dus. Nee, dat is nog niet IJmuiden. Ja. Nee. Maar ik zou, als ik die meneer was, en die meneer Sjors heeft het al gezegd, 5 maanden, ja, ik zou wachten met de aanschaf van die radio, laat ik het zo zeggen.
Oké. Ik zou er even een tijdje mee wachten. Nou doe ik dat. Heel simpel. Heel simpel. Je kunt digitaal perfect op een simpel apparaatje van 35 euro antennetje kun je de Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3 regionale tv-zender plus de radiozenders perfect ontvangen. Kost 35 euro. Digitaal ontvangst. Perfect. Dat is de ISS, vuurwerk. Als dat massaal afgestoken wordt en het is helder weer, geen wolken, dan kunnen ze dat vanuit ISS inderdaad waarnemen. En dan heb ik nog een ander vraagje, wat die meneer toen straks zei van die huurlingen die gaan vechten in het buitenland. Die meneer had wel een punt, dat klopt. Maar ja, het heeft allemaal te maken met de heer Wilders. De heer Wilders, als hij dat op een nette manier dingen, dan hebben wij misschien wel een probleem. Maar dat kunnen ook die huurlingen zijn die toen destijds in Joegoslavië dingen. Dat zijn allemaal mensen die terugkomen die het gevaar kunnen betekenen voor ons. Het land eventueel met aanslagen en mensen vermoorden en dat soort dingen. Een andere vraag bij die aanrijding was, wat ik kort wil zeggen, meestal neemt de politie verklaringen op, ook van getuigen. Ik neem aan dat dat is gedaan. Als ze dat niet hebben gedaan, dan heeft de politie een probleem. Dan heeft hij inderdaad die agent, die bijzondere opsporingsambtenaar, die heeft zijn werk niet goed gedaan. Dan kun je een klacht indienen en dat aangeven bij de politie en dan heeft die agent een probleem. Want dan heeft hij die aanrijding niet helemaal goed afgewikkeld. Nou, dat is wel het idee wat Erika in ieder geval daarbij had. Ja. Het zou best kunnen. Misschien toch nog maar even achteraan. Zeg, Ad, ik dank je hartelijk. Maar we moeten door, want met nog 3 minuten op de klok en Martin, oftewel Bagheera, zomaar in de studio, moeten we echt even door met alles nog afhandelen. Dank je wel dat je er even was. Ja, ik zei het al. Het is eventjes Martin hier naast me in de studio. Normaliter door de telefoon. Want het is de 200ste uitzending geweest alweer van Nachtzuster. En je was dus eventjes gezellig hier op de achtergrond. Martin, heb jij nog antwoorden voor me? Ja, absoluut. Wat gebeurt er met je e-mailaccount en met Facebook als je komt te overlijden? Nou, bij Facebook is het zo dat de familie heeft de keuze. Je kan of het account helemaal laten verwijderen of de pagina bevriezen. En dan kan je een herdenkingspagina ervan maken. Dat betekent dus dat er niks meer aan toegevoegd kan worden. Vuurwerk is niet te zien vanuit de ISS. En dan hadden we de vraag waar de T vandaan kwam in loftuitingen. Ja. Het betekent, vroeger was het loftuiten. En tuiten in de vorm van bezuinen als trompetten. Oh, dan had ze het gewoon goed, T. Marijke. Ja. Wauw. En even kijken, dan Jeannette had nog een tip voor die meneer die vanuit de nachtdienst naar vakantie gaat overdag. Ja. Hij moet even melatonine halen bij de apotheker of bij de drogist. En goed de gebruiksaanwijzing lezen. En niet te lang slikken. Nou, kijk kan ik nog melden. Ja, ik ben ook wel 's nachts wakker. Hey, leuk dat we het een keertje zo face-to-face hebben gedaan, Martin. Ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. De 200ste van Nachtzuster. Veel plezier zo dadelijk met het Radio 1 Journaal. En tot volgende week voor 201. Dag! Goedemorgen Astrid. Goedemorgen Bas. Met Bas Kranke, Krimp aan de IJssel. Dag Bas Krimp aan de IJssel. Kranke. Dat is een hele stomme verspreking. Heeft niemand gehoord. Nachtzuster, een programma van Max.